Welkom allemaal hier in de raadzaal. Mensen die eventueel meekijken, luisteren via internet ook welkom. Bij deze oriënterende ronde. We beginnen met agenda punt 1, dat is opening en mededelingen. Zijn er mensen die iets hebben voor de mededelingen? Niet? Dan gaan we verder naar punt 2, vaststelling agenda. Zijn daar wijzigingen op? Voorzitter, ik zou graag aan de hand van de ingekomen stukken een initiatiefvoorstel willen plaatsen. Dat heeft u inmiddels ontvangen. En ik denk dat er een meerderheid voor is om dat op de agenda te plaatsen. Ja, klopt. Dat doen wij dan na de bespreking van punt 4, dus dan wordt het punt 4a. Dank u wel. Dat brengt ons bij agenda punt 3, dat is het spreekrecht. Wij hebben 8 aanmeldingen gekregen van mensen die in willen spreken vanavond. We willen dat ook graag behandelen op volgorde van aanmelding. Ik zal degene die inspreekt, de naam van die persoon zal ik noemen. Dan wil ik hem of haar vragen om achter het spreekgestoel te plaats te nemen. Iedereen heeft van de griffier te horen gekregen dat hij 5 minuten spreektijd heeft. Daar is 1 uitzondering op. Volgens het reglement van orde kan in bijzondere gevallen de voorzitter afwijken van 5 minuten spreektijd. Wij hebben dat in het geval van meneer Mulder gedaan. Die heeft 7 minuten gekregen. Meneer Mulder spreekt in namens de gehele klankbordgroep. Dat betekent dat het aantal insprekers wat dat betreft ook wat beperkt is gehouden. En gezien het hele voortraject en de intensieve betrokkenheid van de klankbordgroep, hebben wij erin toegestemd om meneer Mulder 7 minuten spreektijd te gunnen in plaats van 5. Dan wil ik overgaan naar inspreker nummer 1 en dat is meneer Vergoesen. Geachte college, raadsleden en belangstellenden. Jarenlang zijn er door de politieke partijen honderdduizenden arbeidsmigranten in Nederland binnengehaald. En naast die migranten uitkeringsmigranten. Ook migranten uit Europa die door de politiek welkom geheten worden. Ik denk aan minister Donner die zei dat er maar 20.000 Oostblokkers zouden komen. Inmiddels zijn ook deze met zo'n honderdduizend in ons land aangekomen. Dat was om de vergrijzing op te vangen, werd gezegd. In de tussentijd moeten Nederlanders 9 jaar en langer doorwerken, waardoor die hele immigratiegolf gewoon flauwekul is. 1,6 miljoen migranten zijn geen probleem. 9000 vluchtelingen vormen een megaprobleem. Dat noemen ze meten met 2 maten. Migranten worden met vluchtelingen vermengd alsof Nederland vol zit met vluchtelingen. Tot zover alle door politici uitgenodigde personen en kromme getallen. Op dit moment is IS bezig een kalifaat op te bouwen waar het leven voor mensen ondraaglijk is. Tegelijkertijd wil premier Erdogan van Turkije het Ottomaanse Rijk herstellen. Deze 2 groepen verdrijven daarom Syriërs, Koerden en Irakezen om hun plannen te verwezenlijken. Saoedi-Arabië, Kuwait, de Golfstaten en Qatar willen de vluchtelingen niet opvangen omdat zij medefinancier zijn van IS. De vluchtelingen vormen een andere stroming dan zijzelf. Een keuze naar het noorden is er niet, omdat Rusland de Syrische president steunt. Die route is niet veilig. Naar het oosten kan niet door Iran en de Taliban, die hen naar het leven staan. Terwijl Afrika voor hen ook geen optie is. Er blijft niets anders over dan vluchten naar Europa. Vluchtelingen worden bewust buiten de maatschappij geplaatst en kunnen zich niet ontwikkelen tot mensen die een bijdrage leveren aan ons land. Wij nodigen liever ongeschoolde en laaggeschoolde arbeidsmigranten uit, dan dat wij geschoolde vluchtelingen kansen tot ontplooiing geven. Dan roepen onze politici dat wij zo'n vluchtelingenstroom niet aankunnen of dat het te duur is. We praten over slechts 0,6 promiel van de bevolking. 3 mensen op 5000 inwoners. Juist zij die het nodig hebben om te worden geholpen, worden aan de zijlijn van de samenleving geplaatst. Soms mogen mensen blijven, maar velen worden weggestuurd. Ik begrijp dat het voor de IND een hachelijke zaak is het kaf van het koren te scheiden. Ook nu zijn er veel mensen die hun geluk willen beproeven in een situatie die zich ervoor leent. Wanneer ik dan zie dat er hele families onderweg zijn, met ouderen, met kinderen, die de hel van Syrië, Irak en Afghanistan ontvluchten, kan ik niet anders dan proberen voorspraak te zijn voor hen die nog slechts het veilige lijf hebben kunnen redden. Ik maak mij boos om mensen die hen afdoen als profiteurs, want dat zijn het niet. Het zijn mensen die een waardig en rustig leven misgund wordt
door oorlogshandelingen die zijn weerga niet kent. Ik durf te stellen dat deze oorlog de Tweede Wereldoorlog overstijgt in wreedheid. Waarom zwijgen politici in Europa? Waarom zwijgen politici in de Tweede Kamer? Waarom roept Oeteren politici wel voor de camera, maar vervallen ze tot in zichzelf gekeerde twitteraars wanneer ze in de blauwe stoeltjes zitten? Waarom zwijgen mensen? Het zijn mensen die de toekomst niet kennen. Als christenen heb ik een ander perspectief, want wij zijn mensen die voor de vreemdeling in onze poorten moeten zorgen. En hoezo vreemdeling? Wij zijn allemaal vreemdeling in dit gebied. Heel Nederland is geïmporteerd, want de zee reikte tot aan Duitsland. Het feit dat politici niets doen om de terreur in het Midden-Oosten te stoppen, niets doen om vluchtelingen te helpen en er alles aan doen om het hek dicht te houden, duidt erop dat we niet met een historisch te duiden fenomeen te maken hebben, maar dat een veel groter plan hieraan ten grondslag ligt. En dat plan kunnen politici niet duiden, waardoor ze vleugellam geworden zijn. Ik weet dat God alle vluchtelingen kent. Geen traan heeft hij niet gezien, geen noodkreet die hij niet heeft gehoord. Voor hem zijn het geen getallen, maar waardevolle mensen met elk hun eigen verhaal. Nood mag je raken. De Heer Jezus gaat ons voor. Hij sprak Farizeeërs en Sadduceeërs aan dat zij niet omzagen naar armen, behoeftigen en vreemdelingen. Deze vormden in die tijd ook de politieke elite. Er is dus niets veranderd. Als christen pleit ik juist daarom om deze mensen opvang, een humaan beleid en een plek om waardig te leven te bieden. Mijn pleidooi is de mensen die binnenkomen een rustplek te geven wanneer zij in Nederland zijn aangekomen. Dat hun zaak objectief bekeken wordt en een rechtvaardige beslissing over hun verblijf genomen wordt. Voor het geval u mocht denken aan de term not in my backyard, kan ik u mededelen dat ik zelf in de aangrenzende woonwijk woon. Maar dat belet mij niet deze mensen welkom te heten. Daarom pleit ik voor opvang in Heemse Poort. En waar de landelijke politiek compleet faalt, vraag ik de gemeenteraad het lef te hebben in te stemmen met het asielzoekerscentrum. Ik stem voor. U ook? Dank u wel. Dank u wel, meneer Vergoesen. Blijft u even staan. Ik weet niet of er vragen zijn. Geen vragen voor meneer Vergoesen. Dan mag u weer gaan zitten. Dank u wel. Dan wil ik meneer Schoenmaker vragen om achter het spreekgestoel te plaatsen. Geachte voorzitter, college, leden van de raad en overige aanwezigen. Mijn naam is Gerjan Schoenmaker. Ik ben inwoner van Harderberg en maak me zorgen. En deze wil ik graag met u delen. De komst van een AZC naar de gemeente Harderberg zal de druk op de geestelijke gezondheidszorg vergroten, doordat de inwoners van het AZC een beroep zullen gaan doen op de GGZ. De asielzoekers hebben trauma's van wat ze gezien hebben in eigen land door de reis die ze hebben moeten maken. Posttraumatische stressstoornis is een veel voorkomende aandoening, waarvoor langdurige zorg nodig zal zijn. Ook zullen uitgeprocedeerde en economische vluchtelingen een beroep gaan doen op de GGZ, waardoor de druk alleen maar verder zal gaan toenemen. Deze druk zal ervoor gaan zorgen dat ook de wachttijd in de GGZ zal toenemen, aangezien de expertise niet aanwezig is aangaande deze problematiek en door het toenemende aantal aanvragen. Deze ontwikkeling is zorgwekkend voor de asielzoekers, maar ook zeker voor de inwoners van Harderberg. In 2012 ben ik helaas zelf in aanraking gekomen met de GGZ door de toestand van mijn broertje. In deze periode was er door vakantie ook een langere wachttijd, waardoor ik me heel sterk heb moeten maken om mijn broertje binnen te krijgen. Na 14 dagen had ik het eindelijk voor elkaar dat we naar Almelo konden voor een intake. Tijdens de 14 dagen die we moesten wachten, zag ik hem wanhopiger en hulpelozer worden. Elke dag dat iemand moet wachten om hulp te krijgen bij een psychische aandoening, is er één te veel en vormt een bedreiging. Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de mensen eromheen. Ik heb Almelo uiteindelijk gehaald, alleen met de ambulance. Mijn broertje heeft de reis niet mogen overleven. Ik heb hierdoor nu zelf PTSS, dus weet welke invloed dit heeft op een mensenleven. In alle stukken heeft u kunnen lezen dat zorg en veiligheid het grootste aandachtspunt is bij de komst van een AZC naar Harderberg.
Dit is dan ook de reden dat ik hier sta. Ik ben van mening dat u het zich als gemeenteraad niet kunt permitteren dat de wachttijd in de GGZ omhoog gaat door de komst van een ACC. Voor zowel de asielzoekers als voor de inwoners van Hardenberg. Als dit wel gebeurt, zal dit gevolgen hebben welke niet te overzien zijn. Op 14 augustus 2012 heb ik mijn ouders en de vriendin van mijn broertje moeten bellen om te zeggen wat er gebeurd was. Ik ben ervan overtuigd dat de oorzaak hiervoor mede de te lange wachttijd was. Ik wil benadrukken dat ik niet tegen de komst van een ACC ben, maar wil u tevens verzoeken voor dit probleem een oplossing te zoeken, die gewaarborgd kan worden ten tijde van het ACC. Dit zodat de extra wachttijd niet gaat ontstaan en dus ook nooit de reden gaat zijn dat u, ik of wie dan ook in de toekomst hetzelfde telefoongesprek moet voeren dat ik 14 augustus 2012 om 15:45 moet voeren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Schoenmaker. Zijn er vragen voor meneer Schoenmaker? Niet? Hartelijk dank. Dan wil ik vragen of meneer Mulder achter het spreekgestoel te wil plaatsnemen. Meneer Mulder spreekt namens de klankbordgroep AZC Heemsevoort. Geachte raadsleden, de leden van de klankbordgroep stonden waarschijnlijk net als u voor het dilemma of je na het zien van al die mensonterende beelden van de vluchtelingenstromen nog wel tegen het collegevoorstel van 750 asielzoekers kunt zijn. Echter, nu een foutief besluit nemen op basis van emotie heeft gevolgen voor de komende 5 tot 10 jaar. Zowel het college, het COA, en diverse fractievoorzitters uit uw midden beoordeelden ons rationele advies als zeer serieus en de verzamelde gegevens waardevol. Zelfs het COA had nog nooit eerder zo'n goed rapport meegemaakt, wat bovendien zo breed gedragen werd. Geen woord over het feit dat het aantal onvoldoende was voor kwaliteit. Het advies roemen en er vervolgens niets mee doen lijkt ons dan ook geen optie. Ook de klankbordgroep is unaniem van mening dat wij als Nederland in het Groot en Hardenberg op lokale schaal onze bijdrage aan de opvang moeten leveren. De vraag is dus niet of, de vraag is meer hoeveel. In ons advies komen we op een aantal van 500. Er is geen gezocht aantal, maar uitsluitend het resultaat van het onderzoek door de klankbordgroep en alle gesprekken met belanghebbende partijen, zoals de scholing, de zorg, veiligheid, COA en ook het college. Vier uitgangspunten waren hier in leading. Het uitgangspunt van het college en de raad in maart. Geen batig saldo over de ruggen van de asielzoekers. De uitspraak van wethouder Prinsen in antwoord op vragen van de klankbordgroep dat financiële overwegingen van geen enkele invloed zullen zijn in de keuze voor het aantal asielzoekers. Het zou kostenneutraal verlopen. Het antwoord van de COA dat er minimaal 450 tot 500 asielzoekers nodig zijn om een volwaardig ACC te kunnen krijgen, te exporteren. En als vierde punt besluit van de Raad op 17 maart om het aantal substantieel te verlagen naar 500 bij aanvang en met ons de voorwaarden te bespreken voor eventuele groei. Besluit van de Raad. Grote verbazing en onbegrip bij ons toen wij de uitkomst van de besprekingen over de bestuursovereenkomst hoorden. Besprekingen waarvan ook drie afgevaardigden van de klankbordgroep op uitnodiging aanwezig waren. Echter, tijdens het laatste afrondende deel van de bespreking over het aantal waren wij niet welkom. U kunt zich vast onze verbazing en onbegrip voorstellen toen wij het aantal van 700 plus 50 hoorden en vooral de motivatie waarom voor dit aantal is gekozen. Of beter, het ontbreken van een motivatie die wordt gedragen door controleerbare cijfers. Het ging nu ineens wel om geld en het genoemde aantal van de COA van 450-500 was nu ineens niet voldoende voor scholing op locatie.
Er kon onvoldoende kwaliteit worden geboden. Op zijn zachtst gezegd, een niet erg chique handelswijze. Waarom deze gewijzigde standpunt niet gedeeld met de klankbordgroep? Zodat wij vooraf hadden kunnen reageren voordat het collegevoorstel gedaan is. Hiervoor werd geen tijd gegund. Tijdens het overleg is nog geïnformeerd naar ons standpunt over 600 plaatsen. Maar hiervoor zou eerst overleg met de overige klankbordgroepleden plaats moeten vinden. Hiervoor werd geen tijd gegund. Begrijp ons goed. Uiteraard zijn we blij met de punten welke uit ons advies zijn opgevolgd. Maar het meest essentiële, het aantal, is op basis van stilzwijgend veranderde argumenten tot stand gekomen. Het ging nu ineens om kwaliteit. Alsof dit niet steeds de insteek is geweest van de klankbordgroep. Argument van het college. Bij een lager aantal dan 700 houdt de gemeente geen geld over om leuke dingen voor de buurt te doen. En volgens het COA kan op het AZC geen onderwijs gegeven worden bij 500 plaatsen, of in ieder geval niet van voldoende kwaliteit. Hoezo? Er zijn al diverse AZC's van 500 personen. En ook in de nieuwe plannen komen er AZC's van 500 waar op het AZC les wordt gegeven van voldoende kwaliteit. Als voorbeeld de gemeente Zeewolde. Ik lees op de digitale pagina van de gemeente Zeewolde. Gezien de informatie die de afgelopen maanden verzameld is, kiest het college voor 600 opvangplaatsen. Het COA heeft om 900 gevraagd. Het college wil dat de 600 plaatsen door hen geformuleerde voorwaarden gerealiseerd worden. Een van deze voorwaarden is, het COA is verantwoordelijk, ook financieel, voor het welzijn, zorg, scholing op het AAC of de volle breedte. Dit betekent onder meer dat voorzieningen als zorg en onderwijs op eigen terrein komen. De motivatie van onvoldoende kwaliteit voor Hardenberg bij 500 plaatsen verklaart het COA simpel met zoveel plaatsen is zoveel kinderen is zoveel leerkrachten. Geen enkele financiële onderbouwing. En met deze simpele redenering moet en wilt u genoegen nemen om uw besluit te baseren, terwijl het AZC Zeewolde het tegendeel bewijst. In Zeewolde huurt het COA van een private partij, tegen waarschijnlijk een hogere huur dan de rentevergoeding welke de gemeente Hardenberg vraagt. En daar is het wel mogelijk. De financiële onderbouwing van het college. In de begroting staat bij de publieksdienst 1 FTE voor 83.000 euro per jaar. Lijkt me veel. Ik kan me niet voorstellen dat een FTE 83.000 euro kost. In de begroting worden inkomsten vanuit de OCB helemaal niet meegenomen. In ieder geval is dat best een schatting te maken. Dit moet er duizenden euro per jaar opleveren, waardoor de begroting ook bij het aantal van 500 er ineens heel anders uit komt te zien. Zo zijn er meer vage schattingen in de begroting. Wellicht was een hogere huur beter geweest. Ook de klankbordgroep ontkent het grote probleem wat ik u meldde. Meneer Wilde, mag ik u vragen aan een afronding te doen? Ik heb iets met ons gezegd. Ja, nee. U heeft al 2 minuten meer, dus ik zou graag aan de 7 minuten willen houden. Daar zit u nu ongeveer aan. Dus als u tot een afronding wil komen, heel graag. In 2015 komen er 45.000 asielzoekers. We hebben 403 gemeentes, 110 gemiddeld per gemeente. Slechts 55 van de 403 gemeentes doen eraan mee. Wij bieden geen tijdelijke opvangplaatsen, wij bieden permanente opvangplaatsen. Wanneer deze 500 een landelijk probleem is, dan moet de overheid landelijk dit oplossen. Door in te stemmen met ons advies kiest u zowel voor de asielzoekers als voor het belang van uw inwoners en voor onze leefbaarheid. En is uw eerste verantwoordelijkheid niet het lokale gemeentelijke belang? Ik kom ter afronding. Over 14 dagen zult u als raad moeten kiezen tussen 500 en 750, landelijk belang. Ik hoop dat u kunt besluiten op basis van een goed adviesrapport, waarin alle motieven zijn onderbouwd. Dit ter tegenstelling van het collegevoorstel.
Een aantal van 700 is niet passend bij de schaal van Hardenberg. Enkele voorbeelden van bewoners in AZC's. Alkmaar 400 opvangplaatsen. Almelo 378. Amersfoort 301. Breda 400. Ga zo maar door. U zult zich realiseren dat de foutieve keuze grote consequenties zal hebben voor de komende jaren. Nu is er voornamelijk opvang van goed opgeleide Syriërs, maar dat kan in deze roerige wereld over 2 jaar totaal anders zijn. Als klankbordgroep hopen wij dat u het college vraagt om op korte termijn met een aangepast voorstel van 500 opvangplaatsen met tijdelijk 100 extra te komen. Dit doet recht aan een structurele oplossing en een tijdelijke noodoplossing, welke breed gedragen wordt. Ik dank u. Dank u wel, meneer Mulder. Wilt u even blijven staan voor het geval er vragen zijn? Zijn er vragen van meneer Mulder, meneer Van der Valk, meneer Gelling, mevrouw Jurling, meneer Van der Valk? Eigenlijk een korte vraag. Ik hoorde de heer Mulder zeggen dat deze raad in maart gezegd heeft, begin nou met 500. Wij hebben inderdaad een motie aangenomen waarin wij als raad, wij hebben ons niet gewaagd aan een aantal, want wij vinden dat nog steeds een aantal dan heel moeilijk om dat goed te benoemen. Maar daar gaan we straks uiteindelijk een besluit over nemen. Maar we hebben geen 500 genoemd, we hebben gezegd begin met een beduidend geringer aantal. Dat wou ik toch even checken of u dat ook zo hebt meegekregen. Dit onze perceptie dan inderdaad anders geweest is. Ik weet niet of het zo relevant is dat kan. Dat er voldoende andere punten zijn om het waarmee het onderbouwd is om de 500 te gaan. Ja, ik heb uw rapport uitgebreid gelezen. Ja. Dank u wel, meneer Van der Valk. Meneer Gelling? Ja, voorzitter, dank u wel. Meneer Mulder, dank voor het heldere verhaal. Een paar dingen blijven toch over, waarbij overigens van tevoren nog heeft opgemerkt, naar aanleiding van de vraag van meneer Van der Valk, dat ik gehoord heb dat meneer Van der Valk zei dat hij niet dacht aan 800 en niet aan 200. De fractie van GroenLinks toen kwam op 500. Dat lijkt mij ook een logische tussenvorm. Dus wellicht dat daar de onduidelijkheid uit naar voren is gekomen. Maar belangrijker vind ik eigenlijk, meneer Mulder, dat ik begrepen heb van u in een voortraject, mij even helder stellen hier in deze raad, dat toen u begon met de klankbordgroep, naar aanleiding van veel inspraakrondes enzovoort, is aan u door de portefeuillehouder geen enkel kader gesteld. U hebt niet te horen gekregen, dit is het aantal, er moet een school komen. Dat houdt in dat er tenminste 600 of 700 vluchtelingen moeten worden opgenomen. U hebt het verzoek gekregen om vrij, out of the box, te adviseren. Geen kader. Voorzitter, verder geïnformeerd ben wel, maar ik moet een voorbehoud maken. Wij zijn pas op de derde vergadering uitgenodigd namens de detailhandel Hardenberg. Dus ik weet niet exact wat er in de daarom, ik kan het u vertellen, dat is niet zo, want ik heb het al eerder gevraagd. Maar laten we even dan voor de notulend vaststellen dat er dus geen kader gesteld is. Vervolgens hoor ik u net goed zeggen dat bij de afrondende bespreking ter zake van aantallen met het COA u niet uitgenodigd was. En bij andere besprekingen wel? We zijn op vrijdag, ik weet niet exact, ik ben er niet bij geweest, maar op vrijdag zijn we volgens mij in besprekingen geweest. Daar is de bestuursovereenkomst is niet afgerond. Het vervolggesprek is op maandag geweest. En om 12 uur zijn volgens mij onze vertegenwoordigers uit het overleg gegaan. Was geen tijd meer. En daarin werd toen door het college en het COA beslist over het aantal asielzoekers. Akkoord. En mag ik nog één vraag, voorzitter, met uw instemming? Want ik proef bij u toch grote teleurstelling. Die hebben we ook al eerder kennis van genomen tijdens de voorbereidende gesprekken die raadsbreed zijn gevoerd. Hoe zou u uw relatie, als dit besluit wordt genomen vanavond door de meerderheid van deze raad, hoe zou u dan uw relatie omschrijven met het college voor het vervolg? Immers, aan u is als klankbordgroep een belangrijke taak toebedeeld in de bestuursovereenkomst. En is er nog voldoende vertrouwensbasis om daar goed gevolg aan te geven wat u betreft? Mag ik een kleine correctie maken, want wij nemen hier vanavond geen besluit, volgens mij. Ja, u zult begrijpen dat we bijzonder teleurgesteld waren. Nadat er in de aanvang de besprekingen geweest waren voor 1000 asielzoekers, was er heel veel commotie en heel veel emotie, teleurstelling over het proces zoals het gelopen is. Dat vertrouwen is weer teruggekomen gaande het proces van het adviesrapport. Maar ik kan u zeggen dat dat eigenlijk in één klap teniet gedaan is door het aantal asielzoekers op 750 te zetten zonder echt kennis genomen te hebben van ons rapport en daarin de overwegingen meegenomen te hebben.
Heel veel mensen die in een klankroepgroep zitten, hebben aangegeven best door te willen, mits er een vertrouwensbasis is. We hebben er ook gelijk bij gezegd dat wanneer die 750 doorgevoerd gaat worden, dat nagenoeg iedereen aangegeven heeft dat vertrouwen is weg, dat heeft geen zin. We hebben het gevoel, daar krijgen we het gevoel van, waar hebben we alles nu voor gedaan? Zoveel werk en daar krijg je toch een beetje het gevoel van, er is niet geluisterd. Werkt ons duale stelsel, werkt er wel, loopt de raad niet te veel achter het collegevoorstel aan. Mevrouw de voorzitter, mag ik die Gelling een vraag stellen? Ik wil graag eerst mevrouw Jülich de gelegenheid haar vraag te stellen en dan kom ik terug bij u, meneer Boersma. Ja, ik had uiteindelijk dezelfde vraag als meneer Van der Valk. Daar heeft u antwoord op gegeven. Het getal 500 is hier echt niet het geval inderdaad. Als iemand dan zegt tussen 800 en 200 en die maakt er 500 van, dat vind ik dan geen getal wat u mee kunt nemen in uw klankbordgroep. U zegt het college heeft daar kennis, u doet net alsof het college niet meegenomen heeft, uw adviesrapport met de bestuursrapportage. Dat zijn toch een heleboel zaken wel in de bestuursovereenkomsten gezet. Dat wil ik eigenlijk nog wel eens even van u horen, want ik bedoel, het gaat om het aantal, maar er zijn ook heel veel zaken wel benoemd. En heb ik nog een vraag, u noemde een aantal AZC's die beduidend kleiner zijn dan wat hier nu voorgesteld wordt, maar er zijn natuurlijk ook AZC's die beduidend groter zijn dan hier en dat wil ik als opmerking gewoon plaatsen. Nou, dan heb je waarschijnlijk de opmerking gemist dat wij wel heel blij zijn met de akte, met de punten die wel ingewilligd zijn. Maar je waarschijnlijk net op de bladzijde gestaan die het niet kunnen afmaken om vanwege tijdgebrek. Dus die dankbaarheid en die blijdschap is er zeker, maar dan heb je dat gemist. En uw vraag van of ik weet dat er meerdere grotere asielzoekerscentra zijn, ja, maar heb u enig idee hoeveel? Dat maakt niet uit, maar zo is het selectief winkelen. Van u noemt een aantal kleinere, in Dronten bijvoorbeeld, daar gingen ze naar 1200. In Budel, Gilserijen, noem maar op, er zijn grotere AZC's. En dat bedoel ik te zeggen van, zijn niet alleen kleinere AZC's, maar ook grotere AZC's. Ja. En dat is mag u daarop aanvullen dat van de 54 AZC's die geregistreerd staan op de COA-site, er 9 zijn die meer dan 700 omvangplaatsen hebben. Dus het merendeel heeft het niet. Dus het merendeel kan dus wel kwaliteit bieden, qua scholing en qua zorg. En de grotere aantallen zijn soms ontstaan omdat er al locaties waren, zoals kazernes, waar men het makkelijk kon inpassen. Dank u wel. Meneer Boersma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Gelling. U vraagt net aan de heer Mulder of hij teleurgesteld. Voorzitter, misschien mag ik even in de rede vallen. U mag even in de rede vallen. Ik zou wel graag mijn vraag laten. We spreken nu met een inspreker en niet onderling, meneer Boersma. Meneer Van der Valk, dank u wel, want ik wilde meneer Mulder vragen, want de vragen aan u zijn gesteld. Dank u wel voor uw inbreng en het beantwoorden van de vragen. En dan mag meneer Boersma nu zijn vraag aan meneer Gelling stellen. Dank u wel. Uw vraag aan de heer Mulder was de volgende van, bent u teleurgesteld? En mijn vraag aan u is, maakt deze vraag vanaf dit moment onderdeel uit van de beraadslagingen? Want er zijn misschien ook andere mensen die hier over andere dingen teleurgesteld zijn. Voorzitter, misschien moet het reglement van orde op tafel komen, want onderlinge discussie is op dit gedeelte van de agenda niet toegestaan. Niet toegestaan, weet niet helemaal, meneer Breukelman. Oké. Wat ik wel wil doen is dat we hem even vasthouden en strakjes meenemen naar de eerste termijn. Laten we dat gewoon doen en dan vraag ik nu meneer Grendelman, die namens het Diaconaal Platform Hardenberg graag wil komen inspreken om achter het sprekersstoel te plaats te nemen. Voorzitter, bedankt voor het aanhoren van het verhaal dat wij als Diaconaal Platform hebben. Bedankt voor de mogelijkheid dat als kerken onze visie toe te lichten op de opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum Heemsterpoort. 3 september is er in de Levensgrond een bijeenkomst geweest van de kerken. Daarin waren 50 mensen aanwezig
om geïnformeerd te worden door de klankbordgroep Heemsterpoort, de gemeente René de Vent, COA Melchert Polhuis en de stichting Gave Janine Schothorst. De avond was georganiseerd door het Diaconaal Platform. De aanwezigen kwamen uit alle kerken in de gemeente Harderberg. Ze werden allen overtuigd van de noodzaak van het opnemen van asielzoekerscentrum in onze gemeente. Een groep mensen uit de kerken zal zich ervoor inzetten de vreemdelingen een zo aangenomen mogelijke tijd te geven in ons midden. Dat zal worden ingevuld in overleg met COA, zoveel mogelijk in samenwerking met andere vrijwilligers. De kerken zien het als een opdracht vanuit de Bijbelse boodschap om te zien naar vreemdelingen in hun midden. Ook zij zijn mensen die gezien en gehoord moeten worden. Gezien de urgentie van de toestroom van de vluchtelingen zouden we de gemeente in overweging willen geven ook te zoeken naar andere mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld leegstaande gebouwen of medewerking van ondernemingen om mensen onderdak te verschaffen. Een nadere uitwerking van de plannen door de kerken staat gepland op 6 oktober. Wij zijn tegen die tijd dat de vluchtelingen er zijn, bereid onze positieve bijdrage te leveren aan het verblijf van mensen in het asielzoekerscentrum Heemsterpoort. De positieve ervaringen uit het verleden, toen in de Eik te Slagharen asielzoekers waren gehuisvest, doet ons verwachten dat het ook deze keer zal lukken. Wij wensen u Gods zegen toe bij de uitvoering van de plannen en hopen dat u de menselijke maat hanteert. Uitgangspunt zal moeten zijn de behoefte van de vreemdelingen in onze gemeente. Dank u. Dank u wel, meneer Grendelman. Als u even wilt blijven staan, zijn er vragen voor meneer Grendelman? Geen vragen? Dank u wel. Dan wil ik mevrouw Rengelink namens Vluchtelingenwerk Oost-Nederland vragen achter het sprekersstoel plaats te nemen. Geachte raadsleden en aanwezigen, mijn naam is Harmie Rengelink. Ik ben leidinggevende, werkzaam bij Vluchtelingenwerk in Harderberg. Ik woon ook zelf in Harderberg. Vluchtelingenwerk behartigt al jaren de belangen van vluchtelingen in Harderberg. Wij bieden ondersteuning bij integratie en participatie. Dit is vooral gericht op het wegwijs maken in Harderberg. Cliënten worden in de eerste periode na vestiging in Harderberg intensief begeleid door onze vrijwilligers. De vrijwilligers helpen hen bij allerlei praktische regelzaken op het gebied van huisvesting, scholing, werkgelegenheid en financiën. Het gaat hierbij om mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en die zich mogen vestigen in Nederland, de zogenaamde statushouders. Bescherming bij toelating is een andere belangrijke taak van Vluchtelingenwerk. Vluchtelingenwerk is altijd aanwezig op alle opvangcentra in het hele land. Ook in het toekomstige opvangcentrum in Harderberg zal Vluchtelingenwerk vertegenwoordigd zijn. Wij helpen cliënten met juridische vragen, geven voorlichting over de asielprocedure, maken vluchtverhaalanalyses en stellen een juridisch actieplan op. Wij hebben de ontwikkelingen van het laatste half jaar natuurlijk ook op de voet gevolgd. We zijn blij dat er draagvlak is in Harderberg voor de tijdelijke opvang van een grote groep asielzoekers. Dagelijks zien we de beelden van wanhopige mensen die hun land ontvluchten en die bescherming nodig hebben. Harderberg is een gasvrije stad. Kijk in de zomer maar eens hoeveel toeristen er in de stad zijn. Afgelopen jaren hebben wij steeds weer mogen ervaren hoeveel Harderbergers als vrijwilliger klaarstonden om cliënten te helpen bij hun eerste stappen in de Nederlandse samenleving. De mogelijke komst van een AZC in Harderberg heeft in eerste instantie veel reacties opgeleverd. Soms onderbouwd en te begrijpen. Soms negatief, maar ook veel positieve reacties. Vluchtelingenwerk heeft hoofdzakelijk positieve reacties ontvangen. De laatste 3 maanden
hebben zich zeker 15 nieuwe vrijwilligers aangemeld op ons kantoor aan de Nijenstede. Als inwonster van de gemeente Hardenberg maakt mij dat ras. Bijna elke dag loopt er wel iemand binnen. Op kantoor ook krijgen we een telefoontje om zich aan te melden. Omdat zij iets willen bijdragen in het helpen van vluchtelingen. Hartverwarmend. Elke dag horen wij verhalen van cliënten. Moeilijke verhalen, maar ook mooie verhalen. Zij zijn dankbaar en blij met alle hulp die hen wordt geboden. Blij dat ze nu in vrijheid en rust kunnen en mogen leven. Blij dat kinderen weer naar school kunnen. Allemaal zaken die wij zo gewoon en vanzelfsprekend vinden. De slogan van de gemeente Hardenberg is de kracht van gewoon doen. Dit is een opdracht, maar ook een oproep aan ons om gewoon te doen. Vluchtelingen die hier komen, kunnen op ons rekenen. Dank jullie wel. Dank u wel, mevrouw Rengeling. Zijn er vragen voor mevrouw Rengeling? Meneer Gelling? Meneer Gelling. Mevrouw Rengeling, dank u wel voor uw verhaal. En mijn oprechte dank ook dat u zoveel werk verzet met al uw vrijwilligers. Ik ben een vraag van een heel andere orde. Ik heb namens de fractie in februari al een keer voorgesteld of het wellicht geen goed idee zou zijn om naast de opvang in een grote locatie, om ervoor te zorgen dat je ook mensen in gewone huizen opvangt, tussen de Hardenbergers, wat voor de integratie wellicht zou kunnen helpen. Toentertijd ving ik daarbij bot, maar ondertussen lees ik van uw stichting landelijk dat er steeds meer initiatieven komen om dit soort dingen te ondersteunen. Vandaag nog in Utrecht, waar minderjarige vluchtelingen worden geplaatst in gewone huizen tussen de mensen. Wat is uw visie daarop? Zou dat voor Hardenberg ook een idee zijn wat u betreft? Wat mij betreft is dat zeker een idee, maar wij zijn daar wel ook op de landelijke vluchtelingenwerkorganisatie natuurlijk. Beslissen zij hoe dat gaat en hebben zij daar een mening over. Dank u wel, mevrouw Rengeling. Dan, u mag weer plaatsnemen, want volgens mij zijn er geen vragen meer. Dan wil ik meneer Staal vragen om achter de sprekersstoel te plaatsnemen. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben Piet Staal en ik woon in Hardenberg en ik werk ook in Hardenberg en ik spreek ook tot u op persoonlijke titel. En ja, mijn toespraak begint met geachte leden van de gemeenteraad te Hardenberg. De eerste krantenkoppen verschenen. 1000 asielzoekers in Hardenberg opvangen. Een nieuw asielzoekerscentrum in Heemsterveen. Het heeft de gemoederen bezig gehouden. Ik heb het wat gevolgd in nette en minder nette bewoordingen. Uiteindelijk ligt er een compromis. We vangen in Hardenberg 700 asielzoekers op. In een nieuwsuitzending bij RTV Oost, ik meen in mei, juni, zag ik dat de politiek in Hardenberg ermee kon leven. Als we 700 mannen en vrouwen en kinderen opvangen, kunnen we nog net mooi primair onderwijs aanbieden aan in het AZC. Leuk geregeld toch? Toch? De vraag is dan voor mij, waar kun je mee leven? Laten we 300 mensen ergens dobberen, liggen of zitten. Dobberen in een bootje, liggen op een strand of zitten in een trein. Elke dag zien wij beelden voorbij komen, nog veel indringender dan in het voorjaar van 2015. Het zou de politiek in Hardenberg sieren als ze de politieke durf hebben het voorliggende raadsbesluit in te trekken en te besluiten om toch een centrum voor 1000 mensen te laten bouwen in de Heemse Poort in plaats van een centrum voor 700 mensen en nog 50 bufferplaatsen. Het overgrote gedeelte van de raad zit namens een christelijke partij. Als christen in het leven staan betekent kort samengevat opzien naar hem en omzien naar een ander. Ik hoop dat dit leidend mag zijn voor het besluit van christelijke fracties. En ik hoop ook dat andere fracties, om humanitaire redenen, zich hierachter kunnen scharen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw
Dank u wel, meneer Staal. Zijn er vragen voor meneer Staal? Geen vragen, dan mag u weer gaan zitten. Dan wil ik meneer Wolbink vragen om naar voren te komen. En meneer Wolbink spreekt namelijk namens het plaatselijk belang Heemseveen Reserveen. Ja, voorzitter, bedankt. Beste raad, graag college. Als voorzitter van plaatselijk belang Reserveen Heemseveen maak ik hier vanavond graag gebruik van de mogelijkheid tot inspreken. Want er moet me veel van het hart. Allereerst moet ik u zeggen dat de onrust in de wereld en de vele vluchtelingen ons ook niet koud laat. Als inwoners van Heemseveen en Reserveen kunnen wij onder onze voorwaarden dan ook prima instemmen met de komst van een RCC naar de Heemse Poort. Veel is er het laatste half jaar gebeurd. Na de vele, veelal terechte commotie en zorgen is er een prima compromis bereikt. Mede door het vele werk van de klankbordgroep met een voortreffelijk voorzitter, wat ik toch nog maar een keer moet zeggen, in de persoon van Mariette Middendorf. Maar ook voor de schrijfgroep in de klankbordgroep, niets als lof. Die hebben ons als plaats belang veel werk uit de handen genomen. Prima werk is er gebeurd, geleverd, want de neuzen staan nu dezelfde kant op. Ja, beste raad, wij snappen best dat u ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid vertegenwoordigt. Maar in dat beeld mag het niet zo zijn dat uw eigen inwoners naar de achtergrond verdwijnen. Want laten wij wel zijn, het is natuurlijk van een hele andere orde als er een bedrijfshal in uw directe omgeving wordt gebouwd of dat er een RCC wordt gerealiseerd. Daarom is het voor het plaatselijk belang ook zo wrang dat, zoals het nu lijkt, het advies van de klankbordgroep voor wat betreft het aantal op te vangen asielzoekers niet één op één wordt overgenomen. Want op zo'n belangrijk punt als het aantal en de bevolking van Heemseveen en Reserveen gaat er al ver in mee, dan lijkt het ons als plaatselijk belang niets meer dan logisch dat je daarin tegemoet komt. 500 asielzoekers op de Heemse Poort, met eventueel nog 100 extra crisisopvangplaatsen. En crisis zal het dan wel vaak zijn, is toch een prima aantal. Op de meeste plaatsen zijn de RCC's niet groter. Zo wordt er op dit moment gediscussieerd over de bouw van een RCC in Enschede, toch een vele malen grotere gemeente de Hardenberg. En daar is ook het max 600. En als je het nieuws volgt, dan zie je de protesten die je daar oproept. Dan zou je toch ons standpunt snel moeten omarmen en zeggen, zo is het prima. Natuurlijk is de nood in de wereld hoog, maar wij kunnen dat in Hardenberg toch niet alleen oplossen. Volgens ons is het dan ook beter om goed naar de bevolking te luisteren en het advies niet zomaar naast je neer te leggen. Want de stelling dat de gewenste voorzieningen alleen bij een aantal van 700 gerealiseerd kunnen worden, is natuurlijk loodkoek. Zo zijn er voorbeelden genoeg met RCC's met een omvang van 500 of 600, waar ook alle voorzieningen aanwezig zijn. Het COA zegt dat je voor een basisschool minimaal 70 leerlingen nodig hebt. Ze gaan dan uit van 10% van 700. Ja, dat is 70. Maar je kunt net zo goed 13% van 500 nemen. Dat is 75. Ja, zeg het maar. Als je er wat door wilt drukken, dan kun je de 70 altijd wel zo aanpassen dat het past. Wat is nou de conclusie? Wij vinden als plaatselijk belang dat het de plicht van de raad is om goed naar de bevolking te luisteren. En helemaal bij zo'n heikel punt. Als plaatselijk belang roepen wij de raad dan ook op om niet met het collegevoorstel in te stemmen en te luisteren naar de bevolking. Ga voor het aantal dat in de buurt breed wordt gedragen, zodat we vanavond al de zaal met applaus kunnen verlaten. Ik dank u voor uw aandacht en ga ervan uit dat er wat meer wordt gedaan en wens u succes bij uw besluit. Dank u wel, meneer Wolbink. Zijn er vragen voor meneer Wolbink? Geen vragen, dank u wel. Mag ik meneer Wendt vragen naar voren te komen? Dat is onze laatste inspreker. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Geachte leden van de raad. Ik heb heel lang getwijfeld of ik zou gaan inspreken vanavond. Maar net voor de deadline heb ik mij toch aangemeld, vandaar dat ik als laatste aan de beurt ben. De doorslag heeft gegeven dat er op eerdere inspraakavonden veel mensen waren met een tegengeluid. Gelukkig is dat vanavond wat anders.
Je zou zeggen dat ik geen direct belanghebbende ben, omdat ik niet in de buurt woon. Maar natuurlijk ben ik wel een belanghebbende. Ik ben inwoner van onze gemeente Hardenberg, een mooie gemeente. Ik wil BMW mijn complimenten overbrengen voor de moed die zij getoond hebben om met het COA in overleg te gaan over een te stichten AZC. Ik hoop dat de raad vanavond unaniem achter dit voorstel wil gaan staan, omdat de nood erg groot is. BMW had een vooruitziende blik, gezien de grote stroom vluchtelingen die vanwege geweld, oorlog en diepe ellende huis en haard achterlaat. Gelukzoekers zijn er echt niet bij wanneer je je land moet ontvluchten om het vege lijf te redden. Ik hoorde hier, op deze plek, een mevrouw inspreken over potjes pindakaas openmaken in de winkel en mensen die zomaar op het terrein van buren komen. Mevrouw, ze komen niet van Mars. Nee, ze komen juist uit het land waar de beschaving is begonnen. Ellendige beelden zijn het, die gigantische stroommensen. Mensen zoals u en ik, met een gezin, met kleine kinderen en volledig radeloos. We zien het iedere dag voorbij komen. Mensen die geholpen moeten worden. Gelukkig zien wij een kentering in de opinie van het Nederlandse volk. In Apeldoorn, waar asielzoekers mochten eten bij allerlei mensen die met ontferming bewogen waren. Ik heb vaak moeten denken aan de partijraad in het begin van het ontstaan van het CDA, waar de toenmalig fractieleider Willem Aantjes zijn beroemde bergrede hield. Maar Aantjes citeerde alleen maar de bergrede die Jezus uitsprak in Matteüs 25. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Dit is voor mij altijd een voorbeeld geweest hoe je politiek moet bedrijven. Ook voor de mensen in de raad, welke niets hebben met geloof of God, zou dit een leidraad moeten zijn in hun politiek bedrijven. Gerechtigheid. Er zijn in onze gemeente en in onze stad heel veel kerken en geloofsgemeenschappen en ik zou hen willen oproepen om straks, als de mensen komen, met ontferming te worden bewogen en hen de helpende hand toe te steken. En ik werd al op mijn wenk bediend, want ik wist niet wat meneer Gendelman zou zeggen, maar het is me uit het hart gegrepen. Geachte leden van de raad, ik roep u van ganser harte op om dit voorstel te omarmen en te laten zien dat ook u met ontferming bewogen bent en mensen die daadwerkelijk alles kwijt zijn een warm welkom te geven in onze mooie gemeente. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. U ook, dank u wel meneer Wendt voor uw bijdrage. Zijn er vragen voor meneer Wendt? Geen vragen, dan mag u weer gaan plaatsnemen. Dat brengt ons bij de bijdrage, bij punt 4. De bespreking over het tijdelijk opvangcentrum asielzoekers plangebied Heemse Poort, het raadsvoorstel dat voor ligt. Ik ga er eigenlijk vanuit dat alle fracties daar wel wat over willen zeggen. Dan ga ik het rijtje af op grootte van de fractie en dan begin ik bij het CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was even stil. Ik nam een slokje drinken, maar ik was ook even stil van alle insprekers, voor en tegen. Voorzitter, sinds het principebesluit van maart van dit jaar is er veel gebeurd. Het college is met het COA en veel betrokkenen in de slag gegaan om plannen nader uit te werken. En de klankbordgroep is er gelukkig gekomen
En die heeft op 18 juni, na heel veel inspanning, waarvoor alle waardering, we hebben dat toen gezegd en dat zei ik nu ook weer, hebben zij een uitgebreid en helder advies uitgebracht. Maar voorzitter, ook elders zijn de ontwikkelingen keihard doorgegaan. Het is hier vanavond ook wel een aantal keren gezegd, de miserabele omstandigheden waarin een toenemend aantal vluchtelingen verkeert, die beelden, die brengen de media ons dagelijks met nieuwe informatie en dus vaak ook schokkende beelden. De oorzaken, meneer Verhoesen had het daarover, daar kunnen wij misschien niet zoveel aan doen als Hardenbergse Raad. Dat ligt een taak voor nationale en wereldleiders, maar wij hebben hier ook een vraag of een voorstel liggen. Ik heb een aantal vragen, maar daarvoor nog een paar, wil ik toch nog een paar dingen kwijt. Als CDA Hardenberg staan wij er voor onze eigen burgers, als die in de knel dreigen te komen. Maar ook voor hen die door oorlogsgeweld elders op onze weg worden gebracht. En als de VVD-staatssecretaris Dijkhoff 1 en andermaal een dringend beroep doet op lokale bestuurders en politici om vluchtelingen op te vangen, dan vindt hij ook bij het CDA gehoor. Het collegevoorstel wat nu voor ligt voldoet aan de randvoorwaarden die deze raad op 17 maart heeft aangegeven. Ik heb er net nog een opmerking over gemaakt. De belangrijkste daarin was een beduidend geringer aantal dan de bij aanvang gevraagde 1000. Maar ook basisonderwijs op de locatie, kostenneutrale opvang voor de gemeente en als het mogelijk was wat financiële ruimte om vanuit de bestuursvergoeding ook dingen in de directe omgeving te kunnen doen. Dan het advies van de klankbordgroep. Het voorstel, en dat is ook gezegd door de klankbordgroep, is in lijn met de meeste van de 35 adviezen van de klankbordgroep. We hebben ze allemaal kunnen lezen en herlezen. Het belangrijkste geschilpunt blijft met het collegevoorstel het aantal te huisvesten vluchtelingen. Het collegevoorstel geeft aan dat de door ons gewenste kwaliteit, want dat willen we. We willen kwaliteit op het centrum, maar door de kwaliteit op het centrum ook kwaliteit voor de omgeving. Onderwijs op locatie, voorzieningen, veiligheid, dat dat alleen haalbaar is met het voorgestelde aantal van 700 vluchtelingenplaatsen en die buffer van 50 als noodvoorziening. Voorzitter. Nogmaals, wij zijn trots op de klankbordgroep die toch die draai gemaakt heeft naar aanvankelijk helemaal tegen te zijn, nu positief voor de opvang van vluchtelingen op Heemse Poort. Ook zijn we trots op de vele initiatieven vanuit de Hardenbergse samenleving, we hebben er hier ook al een paar gehoord, die steun willen geven op het AZC, maar ook naar de mensen in de omgeving. Dat geeft een warm gevoel, we staan er niet alleen voor. De vluchtelingen staan er ook niet alleen voor. En ook dat is de kracht van gewoon doen. Vluchtelingenwerk, een diagonaal platform, nou je hebt de insprekers gehoord. Voorzitter, als CDA-fractie, er is wel eens gezegd, jullie luisteren niet als politiek. Nou, wij hebben heel erg goed geluisterd. We hebben ons laten informeren door de klankbordgroep. Maar we hebben ons ook laten informeren door het college en het COA. En ook door geluiden van anderen. Ook de insprekers van vanavond. Die hebben we ook naar geluisterd. En last but not least, ook degenen die hier geen stem hebben. De vluchtelingen. Binnen onze fractie hebben we daar zeer indringend over gesproken. En al luisterend naar al die geluiden, dan kom je tot de conclusie dat wat je hier ook besluit, het is nooit 100% goed. En dan word je op jezelf teruggeworpen. Wat doe je dan? Wat doe je dan als mens? Wat doe je dan als raadslid? En wat doe je dan als fractie? Ik heb dat eerder ook al gezegd, ook bij de discussie met de klankbordgroep.
Als CDA's willen en kunnen wij dan niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor onze burgers, maar ook voor degenen die op onze weg komen als vluchteling. We hebben alles afwegend de intentie in te stemmen met het voorstel zoals het nu voor ligt. Er moet wat gebeuren. We willen graag als CDA-fractie onze mening ook leggen naast degene van de andere fracties hier. Maar ik heb, zoals gezegd, ook nog wel een paar vragen. En een opmerking. Nou, laat ik dan met die opmerking beginnen, voorzitter. Er kunnen mensen in de directe omgeving van het AZC in de knel komen als zij om wat voor reden, persoonlijke reden, dan ook hun huis kwijt moeten. Nou, er is een hardheidsclausule opgenomen bij het voorstel die daar een stuk ruimte biedt om met de gemeente daarover in gesprek te gaan. Dan een volgend punt en daaraan gekoppeld een vraag. In ieder geval binnen een half jaar na de eerste instroom vindt er in afstemming met het omwonende overleg, en dat omwonende overleg vinden wij ook essentieel voor een heleboel doeleinden, veiligheid en wat dan ook. Er komt een evaluatie. Ik wil graag de toezegging ook van de portefeuillehouders dat die evaluatie ook met deze raad gedeeld wordt en dat er hier ook over gesproken gaat worden. Dat geldt voor die evaluatie na het eerste jaar, maar ook de daarna genoemde reguliere evaluatie die elk jaar zal plaatsvinden. Dan een van de bijlagen, die geeft nu een toelichting op het voorzieningenniveau, scholing en dergelijke, in relatie tot het aantal opvangplaatsen. Nou, die discussie komt steeds weer terug. Ik zou graag, als dat enigszins mogelijk was, hier toch nog een stukje extra onderbouwing, een stukje toelichting willen hebben van de portefeuillehouder of het COA op die tabel zoals die nu als bijlage is opgenomen. Nou, dat waren de belangrijkste vragen die ik op dit moment kwijt wil. Misschien komt er straks nog eentje bovendrijven, maar dan meld ik mij wel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Van der Valk. Meneer Boersma. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Toen wij in februari voor het eerst geconfronteerd werden dat de college al in oktober was gevraagd om eens na te denken, maar februari ermee naar buiten kwam, toen werd er gesproken over een spoedverzoek. En als ik nu de stukken leest, dan komt het na spoedverzoek nog steeds in die stukken tegen. En het moet ons van het hart dat van een spoedverzoek na 7 maanden praten geen sprake meer kan zijn. En dat betreuren we. Na het uitstel van 14 dagen, waar de fractie van de ChristenUnie in het traject op heeft aangedrongen om meer tijd te nemen om met heel veel betrokkenen te spreken, hadden we verwacht en gehoopt dat het collegevoorstel op 2 juni ons zou bereiken, dat we op 16 juni er oriënterend over zouden kunnen spreken en dat op 30 juli besluitvorming zou kunnen plaatsvinden. Dat was de route. En dan hadden wij misschien nu al de eerste asielzoekers in Hardenberg gehad. Wij spreken nog steeds van een spoedprocedure en dat doet ons pijn naar de asielzoekers, terwijl de wereld en met name de situatie rond de asielzoekers sterk is veranderd sinds de 17e maart. 45 kilometer bij ons vandaan in de IJsselhallen is plaats voor 400 bedden en vanavond slapen er 900 mensen. Is er dan geen plaats in onze gemeente voor een paar honderd van die mensen? Is er geen plaats in onze herberg? In de vergadering van 17 maart hebben wij als ChristenUnie klip en klaar aangegeven, en dat verbaasde niemand vanuit onze achtergrond, dat de ChristenUnie van harte bereid is mee te werken aan de komst van asielzoekers naar onze gemeente. Daarover zijn en blijven we duidelijk. En in de bestuursovereenkomst wordt in artikel 4 lid 1 gesproken over maximaal 700 bewoners. En met dat getal, en daar kun je heel lang over twisten, maar met dat getal wordt voor ons voldaan aan de vraag om in aanvang te starten met substantieel minder plaatsen. Dat was onze vraag. We zijn uitgedaagd om te zeggen door Kees Lingeland, wat is minder substantieel? Hebben wij toen geen antwoord op gegeven. We hebben gezegd, dat laten we aan de krachten over. Maar daar komt hij, en daar zit de angel van het verhaal. De aangenomen motie die we breed aannamen, die sprak van het volgende. Ik citeer. Het aantal kan in de loop van 2016 toenemen als aan een aantal nader uit te werken voorwaarden wordt voldaan. Dat was de motie.
En onze vraag is heel concreet aan het college. Kunt u aangeven waarom u geen uitvoering geeft aan die motie van 17 maart, waarin nogmaals wordt verwoord dat als het allemaal goed gaat, er ook mogelijk is om door te groeien naar een groot aantal? Daar willen we graag als eerste een antwoord op hebben. Een tweede punt in thema 1, daar lezen we letterlijk dat u als college, dat het voor drie partijen van belang is bij dit vraagstuk. En u noemt daar de gemeenteraad, nou dat zijn wij, we zitten hier. U noemt daar als tweede de klankbordgroep en u noemt er als derde het COA. En onze vraag is, betekent dit dat het college bij de besluitvorming geen rekening heeft gehouden met een grote groep inwoners, en misschien is de heer Wendt daar wel een representant van, en meneer Staal, een grote groep inwoners van onze gemeente die geen deel uitmaakte van de klankbordgroep. Een groep die van mening is dat we niet voldoende slagvaardig zijn geweest, dat we veel te lang gepraat hebben en dat in onze mooie gemeente Hardenberg nu maar eens tijd wordt voor geen woorden maar daden. Een groep die zich niet gehoord, nog erkend voelt. Onze vraag is, waarom heeft u deze groep niet in uw overwegingen, waarom heeft u deze buiten beschouwing gelaten? Op dit moment komt het COA structureel zo'n 1300 plekken per week tekort. Vooral Syrische vluchtelingen komen met duizenden Europa binnen, hoewel 94% ongeveer van hen binnen de regio wordt opgevangen. En de fractie van de ChristenUnie ziet mogelijkheden voor het realiseren van een tweede AZC in onze gemeente. We hebben ruimte genoeg, de verdraagzaamheid van heel veel Hardenbergers is groot en we kunnen voor een paar honderd mensen heel veel extra betekenen. De fractie van de ChristenUnie stelt het college dan ook voor, liever vandaag dan morgen, contact op te nemen met het COA met het aanbod dat Hardenberg voldoende ruimte heeft voor het realiseren van een tweede AZC in onze gemeente, ik zeg niet bij Hardenberg, en we zijn benieuwd naar een reactie van het college en de andere fracties. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Boersma. Mevrouw Jurlink? Ja, voorzitter. Een onderwerp wat toch ongelooflijk veel emoties oproept, niet alleen de insprekers. Echt zeggen, ik kreeg een brok in mijn keel toen ik het allemaal hoorde. En dan blijkt dus dat je terug naar de ratio moet. Er werd een oproep gedaan naar partijen met een C, hè, de christelijke partijen. Maar de sociaaldemocratie, die kent natuurlijk ook een heel zwaar afwegingskader, waar wij ook staan voor de zwakkeren in de samenleving. Partij van Arbeidsfractie, en dat is ook het landelijke standpunt, wij staan voor een humaan asielbeleid. Nederland moet een veilige haven zijn voor mensen die op vlucht zijn voor oorlog en geweld. Asielzoekers die hiervoor bescherming zoeken in ons land verdienen een eerlijke procedure en een fatsoenlijke opvang. Dan de ratio, de feiten. Sinds 17 maart hebben we gezien dat een enorme toename is in het aantal aanvragen per week. Was er toen nog sprake van dat de verwachting was dat in de zomer er 1000 aanvragen per week zouden zijn. In augustus was het al 1800 en nu praten we al over 3100. Aanvragen. Daar kan je gewoonweg niet je ogen voor sluiten. Het is duidelijk dat de Europese Unie ook enorm worstelt met dit probleem, dit vraagstuk en de oproep aan de lidstaten om mee te werken aan extra opvangplaatsen. Nou, een paar weken geleden, CDA refereerde daar ook al aan, deed staatssecretaris Dijkhoff een oproep aan gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen. Hij noemde het stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden. Nou, onze fractie vindt stoer niet de juiste benaming. Wij nemen bestuursverantwoordelijkheid. Dat deden we in maart en nu in september. In maart stemden wij in met de intentieovereenkomst. We hebben daarbij een aantal voorwaarden benoemd en die voorwaarden zien wij terug in de bestuursovereenkomst. Basisonderwijs, volwasseneducatie, medische voorzieningen. Het staat er allemaal in. Heb het duidelijk, voor ons in ieder geval, dat wanneer je iets op deze plek wilt, dat je een behoorlijke omvang moet hebben. Zijn er uiteindelijk 700 geworden, genoeg genoemd met eventueel 50 noodplaatsen. Nou, in april is dan ook de klankbordgroep van start gegaan. Ze hebben met veel inzet en energie een adviesnota geschreven. Ik zei net al, veel van die adviezen zijn overgenomen, alleen het aantal van 500 niet. We begrijpen de gevoelens van de mensen, maar hechten er nogmaals aan om te stellen dat de verantwoordelijkheid van de raad een andere is als van de klankbordgroep, een adviesgroep zoals ze uiteindelijk geworden zijn. De Partij van de Arbeid is tevreden met de bestuursovereenkomst. Alleen het aantal plaatsen,
had dat ons betreft ook wel 1000 mogen zijn. En wij willen dan ook net aansluitend wat de ChristenUnie zei, vragen van waarom daar eigenlijk van afgeweken is. En ook zijn we heel erg benieuwd naar het antwoord, de oproep van de ChristenUnie, om te kijken of er nog eventueel een tweede locatie in deze gemeente gevonden kan worden. Ja, dat steunen wij ook. Dus kijk nog naar wat er nog meer mogelijk is. Ik heb nog één hele korte vraag. En het is eigenlijk een vraag die eigenlijk bijna niet meer in het stuk thuis wordt. Maar er wordt nog gesproken over het leefbaarheidsonderzoek. Voor mijn gevoel is die er gewoon bijgesleept in het voorstel. Van wat stelt dat leefbaarheidsonderzoek voor? Gaat dat voor alleen voor de omgeving of wordt dat breder getrokken? Dank u. Dank u wel, mevrouw Jurling. Meneer Botter. Voorzitter, ik mag beginnen. Meneer Beer Botter en mevrouw Kelder. Het blijft kort, maar we hebben alle drie behoefte om even iets te zeggen. Voorzitter, ik hoor vanavond allerlei woorden over de verschrikkelijke beelden. Wij hebben ze ook gezien. En echt, gelooft u mij, het komt keihard aan. Aan de andere kant kan ik er niet omheen. Ik ben gekozen door de inwoners van Hardenberg. Dus ik zal ook naar die belangen moeten kijken. Vandaar dat ik mij eigenlijk grotendeels richt. Waarom heeft het college de kans niet gepakt en het advies van Kankbord gevolgd, al was het alleen maar om draagvlak te creëren? In het college zitten mensen die heel goed weten hoe het in Slagharen is gegaan. De held brak los toen hij moest komen en de tranen vielen toen hij wegging. Maar dat is mede ontstaan door draagvlak, door de bevolking erbij te betrekken. En mijn angst is, of ik het nou leuk vind of niet, ik hoorde het toch een beetje in de woorden van de heer Mulder, dat wordt kantje boord. Mijn vraag is ook van de onderwijsmogelijkheden, althans als ik op de woorden van de wethouder afga, die geven de doorslag voor 750. Heb ik de hele simpele vraag, waar ligt de relatie met een complete school in Slagharen bij een opvangcentrum van 375? En een ander punt is, nogmaals van, wees voorzichtig. Mevrouw Kelder zal straks nog een voorstel doen van hoe het ook anders zou kunnen. Wij denken ook in het belang van de vluchteling, maar het is niet tijdelijk hier, het is 10 jaar. Dus laten we alsjeblieft zorgen voor een goede start. Dank u. Meneer Botter is de volgende, heel goed. Dank u wel, voorzitter. De aanvullende vragen van het koers zijn nog de volgende. Voorzitter, in hoeverre komen er aanvullende maatregelen ten aanzien van de sociale en verkeersveiligheid, passend bij de mate waarin de overstijging van de 500 opvangplaatsen optreedt? Aanvullend nog de vraag namens onze fractie: hoe luidt de opdrachtgeving en aan wie ten aanzien van het bredere veiligheids- en leefbaarheidsonderzoek waarover eerder werd gesproken? Dan ligt er nog een vraag van de heer Boersma van de ChristenUnie en de PvdA bij monden van mevrouw Jurling over 1000 asielzoekers en een mogelijke tweede vestiging. Voorzitter, de fractie van Op Koers.nu wil daar heel duidelijk over zijn. Als wij de indruk hebben dat er voldoende draagvlak is en als er sprake is van een nette procedure in onze beleving, dan willen we daar nog eens heel ernstig over nadenken. Dank u wel, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. We hebben nog een aantal vragen. Voorzitter, is het voor alle partijen eigenlijk niet beter om te starten met 500 en na evaluatie en in overleg met de klankbordgroep het aan aantal richting 750 te realiseren? Voorzitter, het verleden, de eik in Slagharen, heeft bewezen dat een dergelijke aanpak een grotere kans van slagen heeft. Verder, voorzitter, zou ik graag willen vragen waarom u
het college het advies van de klankbordgroep eigenlijk niet gewoon overgenomen heeft. Er is binnen de groep buitengewoon veel werk verricht. En de groep is met een buitengewoon evenwichtig standpunt naar voren gekomen. Daarvoor dank. Dank u wel, mevrouw Kelder. Meneer Gelling? Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, een boel gehoord vanavond. Als ik de neuzen zo tel, dan is er een grote meerderheid voor het voorstel zoals het ligt. Wat mij verbaast, voorzitter, is dat er hier in de zaal vanavond een steeds drukkender stemming komt. Omdat er gesuggereerd wordt een zogenaamd voor en tegen het vestigen van een asielzoekerscentrum in Hardenberg. En ik heb echt niemand gehoord die tegen de vestiging van een AZC te Hardenberg is. En het gevaar in deze discussie is dat een voor of tegen in deze ook al heel snel wordt een goed of fout. En ik vind dat buitengewoon jammer, want laten we één ding niet vergeten. Laat ik er een positieve draai aan geven, voorzitter. Wij hebben hier in Hardenberg te maken met een volstrekt unieke situatie. Dat een kleine buurt waar 235 mensen wonen een hartelijk welkom hebben aangegeven naar 500 vluchtelingen. Dat is volgens mij in heel Nederland nergens gebeurd. We lezen overal van demonstraties, stenen die door de ruiten gaan. Hier is niets anders gebeurd dan één spandoek wat in de wei heeft gestaan. Dat had meer te maken met het feit dat de buurt zich overvallen voelde, slecht betrokken bij de procedure, dan dat ze nou tegen de vestiging van een AZC zijn. Ik sluit mij dan ook heel positief aan bij hetgeen mevrouw Kelder net zei. Ik denk namelijk, als je positief de zaak bekijkt en even goed luistert ook naar wat hier vanavond wordt gezegd, dat de oplossing bij wijze van spreken voor uw neus staat, u weigert er alleen naar te kijken. Want wat is namelijk het geval? De 500 die u hier aangeeft, en daar ben ik even wat gekleurd, als meneer Van der Valk zegt, ik denk niet aan 800 en ik denk niet aan 200, ja, dan denk ik inderdaad aan 500. Dat lijkt me niet zo raar. Dat is een eenvoudig rekensommetje. U kunt daar spijt van hebben, maar zo is het. Dat is er gezegd. En als we nou eens dat vergeten, voorzitter, ik zal niet op alle slakken hier zout leggen vanavond, laten we er nou eens van uitgaan dat 500, gezien de landelijke quotering, en we willen daar niet aan, hè, want aantallen, dat klinkt zo vervelend, omdat het over mensen gaat. Maar laat eerlijk zijn, in heel Europa gaat het over quotering en iedereen heeft het over aantallen. Dus ik denk dat het is wat het is en dat we daar niet omheen moeten draaien. Het gaat hier dus om aantallen en het gaat hier om een buurt die nogmaals een warm welkom heeft gegeven voor 500 vluchtelingen. Pakt u dat? Want u bent nu een jaar bezig met deze problematiek en u hebt tot nu toe nog helemaal niets gerealiseerd. Aan goede bedoelingen geen gebrek en ik zeg dat ook niet cynisch hoor, ik twijfel volstrekt niet aan goede bedoelingen. Maar voorlopig is er in Hardenberg nog geen enkele opvang gegenereerd en u hebt de 500 voor het uitzoeken. U kunt daar morgen mee beginnen. U bent er overigens al mee begonnen, want ik zag vandaag, ik rijd er dagelijks langs, al de uitmeters staan van het kadaster. En dat vind ik een buitengewoon ongelukkige ontwikkeling, voorzitter. Dat had u niet moeten doen. Dat lijkt mij een raar en wat merkwaardig, ongepast zelfs gebaar richting de mensen die daar wonen. Maar goed, wellicht dat u daar nog even terug kan komen. Positief instekend, meneer de voorzitter, mevrouw de voorzitter, neemt u mij niet kwalijk, is het in dit geval zo dat dus 500 hier aangeboden wordt om op te nemen morgen in de gemeente Hardenberg. En nogmaals, dat is uniek. En volgens mij, en ik sluit aan bij mevrouw Kelder, zou u wel zeer goed in staat hebben moeten zijn in het afgelopen half jaar om met de klankbordgroep te komen tot het stellen van duidelijke voorwaarden waaronder die aantallen wat zouden kunnen toenemen. En zeker nog, voorzitter, het wordt nog fraaier, want de klankbordgroep heeft al aangegeven. Die heeft zelfs gezegd, wij zouden naar 600 in noodopvang willen. En daar maak ik mij sterk, voorzitter, en dat is een besluit waar u ons best in zou kunnen vinden. Mocht nou de klankbordgroep, of mocht de buurt, of wie dan ook, uiteindelijk zeggen, ik ben gewoon tegen en blijkt het een doelredenering te zijn, dan zouden wij als raad hier kunnen zeggen, ja, daar gaan we niet mee. Want alles verloopt prima, we hebben voorwaarden gesteld, aan die voorwaarden wordt netjes voldaan. Dan neem je elkaar serieus, dan luister je niet alleen naar elkaar, maar dan geef je ook uitvoering aan datgene wat je afspreekt en wat je vindt. En volgens mij is het niet zo ingewikkeld. Het zou natuurlijk raar zijn, voorzitter, dat wij morgen naar buiten moeten komen in het nieuws met oneenigheid, terwijl we zo dicht bij elkaar zitten. U zou de positieve trom kunnen slaan en zeggen, Hardenberg is volstrekt en volmondig het erover eens dat wij morgen 500 vluchtelingen gaan opvangen. En dan ten aanzien van de vraag van meneer Boersma, wij hebben al heel lang gezegd dat u net zoveel centra mag vestigen in Hardenberg als u gaat vinden. Kanttekening is overigens wel, en ik neem hem even mee naar de eerste discussie, dat de wethouder hier heeft gezegd dat die mogelijkheden er niet waren.
Immers, wij hebben daar al een motie voor ingediend en u zei dat u na heel zorgvuldig onderzoek en na heel lang afwegen, u hebt er een half jaar over gedaan, dat is best wel zorgvuldig, dat er geen locaties waren. Maar we nodigen iedereen uit om ermee te komen. Echter, voorzitter, dit onderstreep ik, u zult zich dan wel een betrouwbare partner moeten tonen. U kunt dan niet weer met een andere buurt vragen wat ze willen, aangehoren wat ze aangeven, om er vervolgens niets mee te doen. Want dan vindt u namelijk geen tweedeheemse poort. Dan vindt u helemaal niks. En dan maakt u van de klankbordgroep, die een half jaar lang enorm hard gewerkt heeft, ieder dinsdag hier gezeten heeft, maakt u een actiecomité die vervolgens tegen deze plannen gaan werken. En dat zou iets zijn waar wij, verdrietig is niet het goede woord, daar zou ik me voor schamen, voorzitter. En ik zal u nog een kleine voorzet doen. Mocht het zo zijn, voorzitter, dat hier over 14 dagen iemand inspreekt vanuit Den Haag die ik liever niet wil zien, dan ben ik hier helemaal niet aanwezig, want daar pas ik absoluut voor. Wees u nou verstandig, zorgt u voor een oplossing, hij ligt hier voor u op tafel, en wees u nou niet zo, ja, wat is het woord, koppig, arrogant, luistert u nou gewoon naar wat er voor ligt. Dank u wel, meneer Gelling. Meneer Rodermond. Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel staat zoiets als de gemeente Hardenberg heeft een verantwoordelijkheid en moet die ook nemen. Meerdere fracties pleiten ook vanavond voor een snelle aanpak. Er moet wat gebeuren, hoorde ik het CDA zeggen. Het verwondert de fractie van D66 en mij persoonlijk dan ook hoe onzorgvuldiger met deze verantwoordelijkheid wordt omgesprongen. De wijze waarop het proces rondom het AZC tot nu toe is gemanaged is ronduit slecht te noemen. Dit geeft ons voorlopig weinig vertrouwen in hoe andere grote onderwerpen tegemoet getreden kunnen worden. Eén voorbeeld wil ik graag uitlichten. Er is een duidelijk amendement over de aantallen op te nemen personen. Dat is door deze raad breed aangenomen. Dit amendement doet recht aan de verantwoordelijkheid van de gemeente en biedt heldere kaders voor de omwonenden. Dit amendement is in onze optiek terzijde geschoven. Het geeft een beeld van de verhouding tussen raad en college en dat beeld vinden wij niet fraai. Dat gezegd hebbende heeft de fractie van D66 een aantal vragen over dit raadsvoorstel wat nu voor ligt. Aangaande het leefbaarheidsonderzoek. De gemeente heeft zich voorgenomen om een algemeen leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek te plegen. Onderdeel daarvan wordt de komst van een ACC en de gevolgen daarvan. De klankbordgroep heeft expliciet om een leefbaarheidsonderzoek gevraagd dat zich uitsluitend richt op de komst van een AZC. Waarom geven we hier geen invulling aan? Participatie. Participatie vanuit de samenleving kan alleen als er voldoende voorzieningen zijn in het centrum zelf. Dit lijkt een redenering vanuit de gedachte dat er minimaal 700 plaatsen gerealiseerd moeten worden. Bovendien zet je hiermee een gesprek op slot en juist ook buiten het centrum, om juist ook buiten het centrum te werken aan actieve en wederzijdse participatie. En om die reden wil D66 nog eens graag kijken naar onder andere de onderwijsvoorziening op de locatie zelf. Er staat te lezen dat het COA verantwoordelijk is voor de financiering en de huisvesting en het vervoer van de leerlingen. Daarmee kun je stellen dat onderwijs ook buiten het centrum plaats zou kunnen vinden. Ja, dit kan druk opleveren voor de scholen, maar dat kan weer gecompenseerd worden, onder andere door de inzet van extra leerkrachten en het benutten van mogelijk beschikbare ruimtes. Voordeel wat we over het hoofd lijken te zien is de versnelde integratie van de centrumbewoners in Nederland als je buiten het centrum juist onderwijsvoorzieningen pleegt. Een dergelijk argument kan ook juist gelden voor dagbesteding en medische voorzieningen. Natuurlijk moet er op het centrum ook het een en ander worden gerealiseerd, maar wel vanuit het principe van wederzijdse participatie. Eén idee dat door een inwoner van deze gemeente is geopperd wil ik graag in dat licht benoemen. Kan er op het terrein bijvoorbeeld een klein winkeltje worden geopend waarin goederen tegen geringe prijzen worden aangeboden? Goederen en bemensing van het winkeltje zijn lokaal waardoor er interactie ontstaat. Dat is een effect wat wij beogen. Ook is de fractie benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder over de inbreng van de heer Schoenmaker eerder. Is er door de komst van een AZC of liever meerdere in deze regio onevenredige druk op de GGZ, waardoor de cliënten risico's lopen. D66, u hoort het al, is groot voorstander van uitsluitend aan wederzijds participatie ondersteunen vanuit de bestuursvergoeding. Investeren in de omgeving lijkt ons niet aan de orde, tenzij dit bijdraagt aan een betere integratie tussen de leefgroepen. Er wordt gerept over het thema direct omwonenden. Dat we uitgaan van waardevermindering van vastgoed ten gevolge van de nabijheid van een AZC gaat mij eerlijk gezegd door merg en been.
Een gebied dat ruimhartig noodlijdende mensen opvangt, moet juist in waarde zijn vermeerderd. Niettemin wil ik mijn ogen er niet voor sluiten. Daarom een pleidooi voor een nulmeting naar de huidige waarde van alle woningen in de omgeving van het gebied. We hebben nog een aantal aanvullende vragen. Door onze partij is een aantal technische vragen gesteld om inzicht te krijgen in de kwaliteit van een AZC bij de opvang van verschillende aantallen, 500, 600, 700, 1000. In de wat sumiere beantwoording lijkt voldoende ruimte te zitten voor een nieuwe overweging voor de aantallen. Mede in het licht van mijn eerdere vragen, met name dus over de participatie, wil ik vragen of het college bereid is om met het COA te onderzoeken of een locatie van bijvoorbeeld 600 personen op de Heemse Poort, vergelijkbaar met de ontwikkelende locatie in Enschede, haalbaar is en tegelijk onderzoeken of een tweede, even zo grote locatie in de gemeente gerealiseerd kan worden. Hiermee kunnen we meer dan de eerder gevraagde 1000 personen opvangen, wat recht doet aan de recente ontwikkelingen. Even wat cijfers. Vluchtelingenwerk en het COA gaan uit van een explosieve stijging van het aantal asielaanvragen in Nederland. PvdA repte daar ook al over, we zitten nu al op 3100 per week. Ook wil D66 weten of de huisvesting in gemeentelijke gebouwen elders in de gemeente een optie is. Bijvoorbeeld door voor meer zelfredzame asielzoekers. De heer Gelling refereerde ook al naar een dergelijke optie. We kunnen ook uitwijken naar mogelijkheden in de private sector wat mij betreft. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Rodemond. Mevrouw Baarslag. Dank u wel, voorzitter. Altijd handig als je jezelf nog weer hoort, hè? Ik moet zeggen, de afgelopen weken zijn we toch wel een beetje overdonderd door alle beelden en informatie over asielzoekers. En dat stemt je aan, nederig, maar ook alert. Voorzitter, vorige week las ik iets van een landelijke politicus en die haalde de koppen van de krant en die zei: pas op voor de vloek van de goede daad. En je kunt uiteindelijk niet alleen je hart laten spreken, je moet het hoofd koel houden. Leefbaarheid moet namelijk gekoppeld zijn aan veiligheid. Niet het feit dat er een AZC komt, maar juist het aantal asielzoekers is ter discussie geweest. Niemand is tegen een AZC. Dat was vanaf het begin af aan duidelijk. Na een volstrekt uit de hand gelopen proces waarin werd aangekondigd dat er maximaal 1000 asielzoekers in Hardenberg zouden komen, heeft het college de protesterende bewoners een instrument in handen gegeven, de klankbordgroep. De klankbordgroep is met ruim 30 adviezen teruggekomen en het belangrijkste advies is niet overgenomen. Hoe serieus wordt die klankbordgroep eigenlijk genomen, wethouder? Leefbaar Hardenberg heeft hier een aantal vragen over. Een grootschalig AZC zal leiden, geven onderzoeken aan, tot een toename van criminaliteit. In Dronten zijn in 9 maanden 184 registraties van incidenten geweest. Dat wil zeggen, niet alle incidenten zijn gemeld. Waarom wordt het belangrijkste advies, die maximaal 500 van de klankbordgroep, niet gehonoreerd? Wordt de klankbordgroep nou niet serieus genomen? Al dat werk van de afgelopen maanden en dan het belangrijkste advies gewoon negeren? Waarom wordt er geen draagvlak gecreëerd bij de mensen die er wonen? Tellen die dan helemaal niet mee in dit geheel? De verkeersintensiteit. Welke toezegging gaat het college doen om de veiligheid te waarborgen in de omgeving van het AZC? Welke maatregelen worden daarvoor genomen? Integratie. Het doel van asielzoekers is dat ze kunnen integreren. Ze zullen bijvoorbeeld lopend over een aan te leggen strook tussen snelweg en Ventweg gaan. Een fors aantal bomen en een greppel belemmeren het lopen en daar en het wordt er uiteindelijk niet veiliger op. De klankbordgroep heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Wordt het gehonoreerd en zo niet, waarom niet? Het interne onderwijs, daar wordt zoveel mee geschermd. Het kan alleen maar bij 700 asielzoekers. Maar is intern onderwijs, staat het nou ook niet haaks op integratie? Gewoon naar school gaan bevordert de integratie toch veel meer?
Welke grondslag is er bij die 700 asielzoekers? Dan kan er wel intern onderwijs worden gegeven en niet bij 500. Ik heb het nergens gevonden. Uit gegevens van het COA blijkt dat er in veel meer centra, Emmen, Azelo, Burgum, wel degelijk intern onderwijs kan worden gegeven bij een lager aantal. Dus waarom die 700? En vervolgens vinden we het ook wel heel erg jammer. Dan roepen we als Leefbaar Hardenberg College toch nog op om dat belangrijkste advies van de klankbordgroep te honoreren. En iedereen is zeer tevreden. Dank u wel, mevrouw Baarslag. Mevrouw Van den Hoek. Dank u wel, voorzitter. Last but not least, zou ik maar zeggen. Er is ontzettend veel gezegd. Er is ontzettend veel besproken. En we hebben vooral heel veel beelden de afgelopen tijd gezien. En vanavond is uiteindelijk ook geen uitzondering op het uitvoerig debat wat we hier gaan voeren. En iedereen heeft hier zijn plasjes en zegje. Terugblikken, vooruitblikken hebben we allemaal nu gedaan. En er is door mevrouw Juling gezegd dat we nu ons ratio moeten laten spreken. En mevrouw Baarslag zei net dat emoties niet de overhand moeten hebben. GroenLinks is van mening dat dit eigenlijk, hoe je het went of keert, gaat over emoties. En of je nou emotie verbindt, positief of negatief, aan 500, aan 700, aan 1000, doet er eigenlijk niet toe. Van beginsel wisten we eigenlijk al dat de discussie niet zou gaan over 34 andere punten die in het adviesrapport stond, maar om het aantal. Dus we kunnen het klip en klaar maken. Dat wil niet zeggen dat al deze emoties niet tellen. Maar ik denk dat we behalve een bestuurlijke verantwoordelijkheid en een maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een persoonlijke verantwoordelijkheid hebben in deze. En discussiëren om het discussiëren, het voor en het tegen, dat weegt niet meer op. Want wat er vanaf 17 maart is gebeurd, is volledig ingehaald voor de realiteit van de dag zoals die nu is. En dat laat ons allemaal niet koud om de mensen te zien rennen, de vluchten en kinderen te zien sterven. Dan is het wel tijd om daarbij woord te voegen en een keuze te maken en te kiezen voor menselijkheid. En of dat nou gaat over 500, 700, 1000 of 3 locaties in de gemeente Hardenberg of in de regio. Dat is iets wat wij allen, als we hier straks weggaan en volgende keer een besluit moeten nemen, ook persoonlijk moeten kunnen verantwoorden. En GroenLinks is van mening dat we in principe sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. En wij zijn overtuigd dat gemeente Hardenberg hele sterke schouders heeft. En dat die eronder gezet moeten worden. En dat we dat kunnen en moeten. En vooral inderdaad gewoon moeten doen. Wij willen hier zoveel mogelijk asielzoekers zien. En als wij hier blijven discussiëren over wat goed voelt. En het gevoel van veiligheid. Een gevoel van hanteerbaarheid bij 500. Of een onbeheersbaarheid en angst en zo'n onzekerheid bij 700. Dan denk ik dat we hier een verkeerde discussie voeren. GroenLinks is van mening dat op het moment dat je een volksvertegenwoordiger de taak hier hebt. Waarin je verklaart en belooft of de eed aflegt en zegt dat je met goed geweten je taak volbrengt. Betekent dat dat je soms moet kiezen voor de keus. Niet voor de stemmen. Niet voor het applaus, maar dat je gaat voor de waardevolle menselijkheid. Want ieder leven is even waardevol. En elk leven wat nu verloren gaat, is er één te veel. Wij hebben geen erg. Wij willen alleen dat er een asielzoekerscentrum komt. En wel zo snel mogelijk. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van den Hoek. Dan wil ik graag de portefeuillehouder vragen om de vraag te beantwoorden. Voorzitter, mag ik één procedurele vraag stellen om even een kleine paspauze te houden? Ja, dat vind ik wel goed. Dan schorsen we de vergadering even tot 9:15. Ik vraag de portefeuillehouder om plaats te nemen achter het spreekgestoelte, zodat hij de gestelde vragen kan beantwoorden. Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
Om maar direct te starten ook met, en voordat ik begin met beantwoorden van de verschillende vragen, overigens hebben we de vragen wat verdeeld afhankelijk van het onderwerp, proef ik, en dat heb ik volgens mij de heer Gelling vanavond horen zeggen ook, van dat er een wil is om met elkaar een bijdrage te leveren aan het vraagstuk wat voor ligt. Dat proef ik, dat voel ik. De wat-vraag is wat ons betreft dus ook in die zin helder. Over de hoe-vraag wordt wat verschillend gedacht. Dat is mijn samenvatting van datgene wat ik vanavond heb gehoord. En het vraagstuk is onverminderd groot. Ik heb vanmiddag contact met de heer Siepers, de bestuurder van het COA. En die zou hier ook anders vanavond geweest zijn. En zeg maar, de actualiteit maakt dat ik hier moet blijven in Rijswijk. Want we met een gigantische instroom te maken op dit moment. Was het inderdaad, zoals mevrouw Juling zei, voor een paar weken 1800 asielzoekers per week. Vorige week 3000. En vandaag één dag 700. Dat geeft nadrukkelijk aan het vraagstuk waar wij als samenleving, als overheid, niet alleen hier in Hardenberg en niet alleen in Nederland, maar Europees en mondiaal mee te maken hebben. En dat vraagt om aanpak, vraagt om beleid. En als wij met elkaar in staat zijn om daar ook bijdrage te kunnen leveren, dat geeft dat ook onze kracht van de Hardenberg aan. Dat vind ik heel belangrijk. Voorzitter, mag ik een kleine verduidelijkende vraag stellen over de aantallen die de wethouder noemt? Ik heb ze zelf ook in de mond gehad, maar niettemin wilde ik even kijken of u zelf of anders via het COA kunt aangeven of deze aantallen die we nu zien ook doorgezet gaan worden. Dat de stijgende lijn daar is en dat we dus rekening moeten houden met echt zeer veel meer asielzoekers dan dat we tot nu toe hebben geprognosticeerd. Of dat dat gewoon een piek is. Dat is goed, ik denk dat meneer Lichthart, die kan het nog beter van Inside Information uit beantwoorden dan ik. Ik geef alleen aan de informatie die ik vanmiddag heb gekregen via de bestuurder van het COA meest actuele. Ik zou willen voorstellen dat meneer Lichthart, als hij dat wil, als meneer De Vent klaar is met de beantwoording van zijn vragen, dat soort vragen nog eventjes beetpakt. Ja, goed. Dan ga ik toe naar de vraag. En niet voordat ik ook zelf nadrukkelijk wil zeggen dat we met elkaar het afgelopen half jaar, drie kwart jaar, een heel intensief traject hebben gehad. Want ik hoorde vanavond een paar keer de opmerking van, ja, worden mensen serieus genomen? Heeft u voldoende opgelet? Zijn we er voldoende bij betrokken geweest? En dan zeg ik nadrukkelijk, ja, dat zijn we. We hebben ook vanuit onze organisatie heel veel tijd en energie gestopt en waardering uitgesproken voor het werk van de klankbordgroep. Dat wil ik ook nadrukkelijk vanavond nog een keer beklemtoond hebben. Want er was in die zin ook sprake, en is ook, hoop ik wat mij betreft, ook voor de toekomst sprake van een goede relatie. Basis waarvan je verder kunt. En je kunt het natuurlijk altijd met elkaar of bepaalde onderdelen niet eens zijn. En ik weet zelf dat het getal daarin ook een nadrukkelijke rol heeft gespeeld. Maar dan kijk ik ook naar de opmerking van mevrouw Van der Hoek. Als je niet oppast, praat je alleen maar over cijfers, niet meer over mens. Dat zou ik heel jammer vinden. En wij hebben juist door het voorstel dat nu ligt ook heel nadrukkelijk ingestoken op een goede, het goed creëren van randvoorwaarden voor het asielzoekerscentrum. Kwalitatief goed, zodat de impact van het getal in die zin ook wat meer genuanceerd zou kunnen worden. Want kwaliteit hebben we met elkaar als uitgangspunt genomen. Dat zie je ook voortdurend terug in de adviezen van de klankbordgroep. Daar gaat het ook heel veel over kwaliteit. Natuurlijk stond bovenaan het getal, maar die andere 34 adviezen gingen ook heel erg over die kwaliteit. Dus wij hebben gezegd, op het moment dat wij in gesprek gaan met de klankbordgroep, en hebben we op diverse momenten gedaan, willen wij vanuit dat uitgangspunt opbouwen. Dat hebben we gedaan vlak voor het uitbrengen van het rapport, door met ze mee te praten, adviezen te geven. Dat hebben we gedaan zelfs tijdens een onderhandeling, waar eigenlijk in feitelijk twee partijen aan tafel zouden moeten zitten, maar wij hebben gezegd, wij hechten heel veel waarde, niet alleen wij als gemeente, maar ook het COA,
aan de rol en positie van de klankbordgroep. Die nemen we uiterst serieus. Dus ik voel niet aan mij geadresseerd als iemand zegt, u hebt de mensen niet serieus genomen. Dat hebben we juist wel heel erg gedaan, vind ik. Dat is ook het vertrekpunt geweest uiteindelijk voor de onderhandelingen. Waarbij we ook met elkaar hebben gekeken van welke kwaliteit, wat de randvoorwaarden die wij willen met elkaar willen borgen voor uiteindelijk een kwalitatief verantwoorde opvang. Op basis waarvan je kunt zeggen dat is continuïteit, stabiliteit en rust. En er wordt ook een verbinding gemaakt met die directe woonomgeving. Dat vonden wij heel erg belangrijk. En dat heeft ook uiteindelijk geleid tot het voorstel wat nu voor ligt. En ja, wij hebben heel nadrukkelijk ook geluisterd naar de klankbordgroep. In eerste instantie vanuit die kwaliteit. En toen wij met afronding zijn gestart, hebben we gezegd, oké, als die kwaliteit op orde is en we kunnen voldoen op hoofdlijnen aan al die adviezen, dan gaan we met elkaar nadenken over de gewenste omvang. En ja, zit er dan een relatie tussen omvang en kwaliteit? Die is er. Daar heeft u ook via een bijlage uitgebreid kennis van kunnen nemen. En er zijn mensen die zeggen van ja, waarom komt zo'n bijlage dan pas heel laat? Is dat niet een doelredenering? Nee, dat was geen doelredenering. En dat is het ook niet. Want wij zijn juist gestart vanuit de kwaliteitseisen die wij al vanuit de bestuursovereenkomst met elkaar hebben gedeeld. Het ging over onderwijs, het ging over veiligheid en toezicht. Evenals we destijds in Slagharen hebben gedaan. En we hebben daarnaast gelegd de kwaliteitseisen heel nadrukkelijk vanuit de klankbordgroep. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een belangenafweging, want wij zijn wel gestart in maart met de opdracht die u ons als raad heeft meegegeven. Maximaal 5 jaar, in eerste instantie 5 jaar opvang van asielzoekers, maximaal 1000, maar wel onder voorwaarden. Dat heeft de heer Boesma volgens mij straks ook verwoord. Daar hebben we ook heel goed naar geluisterd. Dat is steeds ons vertrekpunt geweest in de uitwerking van de plannen die hebben geleid tot dit voorstel. Ik ga naar de beantwoording met u wel bevinden. Meneer Van der Valk, binnen een half jaar omwonendenoverleg. Ja, we hebben volgens mij, evaluatie is een onderwerp wat we volgens mij in maart ook nadrukkelijk met elkaar hebben gedeeld. En volgens mij staat letterlijk in de bestuursovereenkomst het onderwerp evaluatie. En niet alleen jaarlijks, maar zeker ook bij een startend AZC na een half jaar. Dus dat klopt. Dus dat is geregeld, geborgd in de bestuursovereenkomst. Voorzitter, als ik mag vragen, die evaluatie, het is mooi dat u dat gaat doen, maar die wordt ook in deze raad besproken. Dat wil ik graag keihard toegezegd hebben. Ik kan mij voorstellen dat u wilt weten hoe het gaat met AZC, dus wat mij betreft zit daar akkoord. Dan de onderbouwing voor de school. Er zijn diverse vragen door verschillende fracties van u gesteld. Ik denk dat het goed is om de heer Ronald Lichtlaat straks vanuit COA daar nog een toelichting op te laten geven, want er wordt ook soms verwezen naar andere locaties. Er wordt een relatie gelegd met het aantal. Ik denk dat het goed is om daar in ieder geval duidelijkheid over te verschaffen. En dat zal hij voor zijn rekening nemen. Meneer Boesma, ja, het was inderdaad een spoedverzoek. Daar heeft u een punt gehad. En ik kom ook mensen tegen die nu wel eens tegen mij zeggen van, waarom bent u nog een half jaar bezig? Kijk eens naar de actualiteit van het moment. Maar we hebben ook met elkaar gezegd, we willen een zorgvuldig proces in. En we hebben ook in de aanloop in die eerste maanden contact, overleg gehad met de klankbordgroep. Toen ook bleek dat de klankbordgroep meer tijd nodig had om tot een zorgvuldig afgewogen advies te komen, hebben we gezegd, oké, dan staat zorgvuldigheid nu even boven snelheid. Hoewel we de actualiteit van de problematiek natuurlijk niet uit het oog verliezen. De motie waar u aan refereert, een aantal kan toenemen. Volgens mij hebben wij in de motie letterlijk staan dat we met een significant aantal minder starten. Nou, u heeft het voorstel van het college kunnen zien. En dat is dat wij in uw raadsvoorstel hebben gezet, wij eindigen met een significant aantal minder. En we hebben bewust geen fasering opgenomen, want COA heeft ook gezegd, we bouwen een nieuw centrum ook gefaseerd op. Dat is wat er gaat gebeuren. Daarom hebben we gemeente geen minimum aantal bij aanvang te hanteren. En daar kan de heer Lichtlaat straks een toelichting op geven hoe dat in de praktijk gaat. Zonder in polemiek te vervallen, want dat is helemaal de baas niet voor. We hebben gezegd een significant minder aantal. Nou, wat dat is, hebben we ons toen niet over uitgelaten. Maar we hebben nu gezegd dat kunnen wij leven met 700. Dat is voor ons significant minder.
En toen zegt, als het nou echt goed gaat, en dat mag na een jaar, en het blijkt dat het echt goed gaat, waarom zouden we dan niet tegen elkaar kunnen zeggen, het mag ook nog doorgroeien naar X. En dat stond in het amendement. En dat punt kom ik niet meer terug. Dat was mijn vraag aan het college, waarom niet meer? Daar kan ik een heel helder antwoord op geven. Wij hebben ook geluisterd naar de nadrukkelijke adviezen van de klankbordgroep. In de discussie die wij ook met het COA hebben gevoerd, letterlijk bij die onderhandelingen over het aantal, hebben we kwaliteit en omvang uiteindelijk ook weer naast elkaar gezet. En wij hebben gezegd, in al die adviezen, die 34, 35 adviezen, klinkt toch ook de impact van het getal terug. En daarom hebben wij gemeend om te zeggen, we gaan niet naar 1000, want de COA had liever naar 800, 900 gewild. Dat hebben ze ook heel nadrukkelijk gezegd, want dat is ook het vertrekpunt geweest in maart, bij het besluit wat hier in deze raad is genomen. Maar om juist een plus op die kwaliteit, hè, betere kwaliteit van onderwijs, meer inzet voor medische voorzieningen, onderwijs op de plek zelf, dat is het uitgangspunt geweest om te zeggen, dan kunnen wij leven met die 700. Nog één, mevrouw de voorzitter. We hebben een aantal keren gehad over Slagharen. Daar was in het begin erg tegenstand en later is dat het gevoel gegroeid. En wat wij de weg open willen houden, dat als het met 700 beginnen, dat is uw voorstel, en dat gaat echt goed, en we zijn met elkaar en met de buurt overtuigd dat het echt goed gaat, dan willen wij niet uitsluiten nu dat we over een jaar tegen elkaar zeggen, gaat super, er mogen nog 200, nog 200 of 150 bij. En u zegt, u maximaliseert en u sluit dat uit. En dat, nou ja, dan kunt u zeggen, dan hebben we straks geen discussie meer. Dat is onze vraag. Ja, dan kom ik toch weer terug op wat ik net heb gezegd. Wij vinden voor de locatie Heemspoort die 700 maximaal. En u heeft zelf een suggestie gedaan van als wij willen als gemeente dat we nog een bijdrage leveren aan de problematiek die voor ligt, nou dan moet je misschien inderdaad kiezen voor een tweede locatie. Dat is het verhaal. En voor Heemspoort is voor ons betreft 700 maximaal. Voorzitter, mag ik daar nog een verhelderende vraag over stellen? U zegt 700 is een maximum. Is dat tevens ook het minimum? Wij hebben aangegeven dat we, als ik kijk naar de instroom zoals die op dit moment is, dan zou je redelijkerwijs kunnen verwachten dat we die 700 gaan halen. Ik heb net aangegeven wat de actualiteit is. COA heeft wel aangegeven dat de opbouw gefaseerd gaat. En dat er niet altijd misschien sprake is van een volledige bezetting. Maar dat kan met de heer Lichter, denk ik, straks kort toelichten. U heeft ook aangegeven, meneer Boersma, er is geen rekening gehouden met inwoners die geen deel uitmaken van de klankbordgroep. Dat ging mij iets te kort door de bocht. We hebben in de afgelopen maanden met diverse groeperingen uit de samenleving contact gehad, gesprekken gevoerd. Bijvoorbeeld ook met het Diaconaal Platform. En het Diaconaal Platform heeft ons laten weten van wij zijn bereid om straks ook een bijdrage te leveren aan dit vraagstuk met vrijwilligers, met inzet van onze kennis en know-how, maar wel naar besluitvorming in de politiek. Dus neem ons op het juiste moment mee daarin. Dus die afspraken zijn onderweg wel gemaakt in afwachting van het besluit. En zoals u vanavond heeft kunnen horen, vorige week hebben wij een bijeenkomst gehad met kerken, waar u zelf ook bij aanwezig was, waarin we dat met elkaar verder hebben gedeeld. Dus er hebben zich naast die Diaconaal Platform organisaties gemeld, vrijwilligers gemeld. En daarvan hebben wij gezegd, wij nemen daar nu kennis van. Wij beschrijven het op en we komen er bij u op terug op het moment dat het ook echt operationeel gaat worden. Maar niet eerder dat we een besluit hebben genomen. En uw oproep voor de tweede AZC, dat heeft u volgens mij nadrukkelijk ook naar ons, maar ook naar uw raadsleden uitgebracht. Mevrouw de voorzitter, kunt u daar ook op reageren? Dat was mijn vraag. Ja, jazeker. Ja, kijk, wij hebben ook gezegd, wij zien de problematiek zoals die voor ligt. We hebben een grote gemeente. En het college heeft gezegd van, in principe, als er weer een verzoek komt, zullen we die in behandeling nemen. Dus en daar is een principebereidheid om daar ook naar te gaan kijken. Nog één keer. Ik vroeg niet om een verzoek af te wachten. Ik vroeg, bent u bereid om naar het COA te gaan om dit verzoek te doen van het oranje willen? Dat was mijn vraag. Of u er bereid toe bent? Daar zijn we toe bereid. Mevrouw Jurling. U heeft volgens mij uw antwoord gehad op de tweede locatie. U heeft ook een vraag gesteld terecht over het leefbaarheidsonderzoek. Want we hebben de afgelopen tijd ook heel veel vragen gehad over wat houdt nu zo'n leefbaarheidsonderzoek exact in.
En het is goed, denk ik, om de portefeuillehouder, de burgemeester Snijder, straks daar iets over te laten zeggen. Want het leefbaarheidsonderzoek gaat verder dan alleen de ACC-locatie. Dat is de juiste bedoeling om daar gemeentebreed op in te zetten. Zodat je niet alleen over zoals wij dat noemen in die termen, een monitor doet van de plek zelf. Maar dat je kunt zeggen, ook gemeentebreed gaan we kijken naar vraagstukken rondom leefbaarheid en veiligheid die er sowieso liggen. Maar daar komt straks in de beantwoording op terug. Meneer Bort. Nou, ik heb volgens mij al gereageerd op het luisteren en het draagvlak binnen de klankbordgroep. En wij hechten, laat dat heel helder zijn, heel veel ook aan het vervolg natuurlijk. Wij hebben er ook alle belang bij, maar we vinden het ook heel belangrijk dat het straks ook vanuit de samenleving, als er een besluit is genomen, dat we de relatie die we met elkaar hebben opgebouwd, ook al kijken we wat anders naar de uitkomsten, zeg ik dan maar nadrukkelijk, dat we die kunnen voortzetten. Dus dat we dat met elkaar ook goed kunnen in stand houden. En dat we straks ook over misschien een teleurstelling kunnen stappen. Want wij hebben ook wel die teleurstelling geproefd. En daarover waren wij ook weer teleurgesteld. Onderwijs, daar kom ik straks op terug. Want u heeft gerefereerd aan de eik in Slagharen. Maar het is misschien goed ook om de heer Lichthart te laten toelichten waarom juist op de ene locatie bij een kleinere omvang het wel kan. En bij een iets grotere locatie het juist weer niet kan. Dat heeft met name te maken met omstandigheden van de plek. Overigens, wat ik nu vraag is, die heeft de heer Kloekhorst mij gesteld, die vraag. Ik heb u door elkaar gehad, excuses daarvoor. Maar wel dezelfde partij. Dus. Als het gaat om aanvullende maatregelen rondom verkeersveiligheid, die zal de heer Prinsen zometeen beantwoorden. Want we hebben uw vragen goed gehoord. Verkeersveiligheid is ook een belangrijk item geweest in de gesprekken met de klankbordgroep. Die hebben daar ook nadrukkelijk over geadviseerd. We zijn ook nu bezig om juist die metingen op korte termijn af te ronden als het gaat om verkeersbewegingen. Mevrouw Kelder, ja, ik heb volgens mij al aangegeven dat wij heel bewust hebben gekozen voor het maximum aantal 700. Dat het opbouw gefaseerd gaat en dat we daarom geen enkele reden zien om te zeggen, nou, we starten nu met een significant aantal lager aantal. Want straks, als het operationeel is, zo'n centrum, dan komt er, als het goed is, ook een omwonende overleg. En die wordt ook nadrukkelijk betrokken voortdurend bij de evaluatie. Niet alleen omwonenden, maar ook organisaties. En over de eik heb ik volgens mij, want ik weet niet welke vraag u had over de eik aanvullend. U hebt nog een vraag en ik heb hem niet helemaal scherp als laatste. Die ging over het verleden van de eik. Het verleden van de eik, daar heeft bewezen dat wanneer je met een kleiner aantal begint, bijvoorbeeld bij 500, dan de mensen een gewenning krijgen en waardoor je een breder draagvlak krijgt, zoals in Slagharen. Maar goed, dat heeft een relatie ook met het antwoord dat ik net heb gegeven rondom de gefaseerde opbouw. Nou, meneer Gelling, volgens mij, uw oproep heb ik gehoord. En ik heb dus in het begin ook al gezegd, ik ben het met u eens als u zegt van ik voel dat er draagvlak is. En ik heb al aangegeven dat ik het heb samengevat in termen als dat het draagvlak er zeker is. Dat voel ik ook, maar dat we over de eindtermen het niet helemaal eens zijn. En dat we, als het gaat zeg maar weer om de omvang, juist door die gefaseerdheid van opbouw en de evaluatiemomenten die daarin zitten, uiteindelijk komen misschien wel op hetzelfde resultaat. Mag ik dan even een vraag of zo, voorzitter? Want dan begrijp ik nou net niet dat u niet die verbinding zoekt. Hè? Want u zegt eigenlijk nog meer dan ik al constateerde van eigenlijk doen we het al. Hè? Want we gaan gefaseerd opbouwen, alleen ik fixeer me op die 700. Terwijl de klankbordgroep in haar advies zegt, nou, wij hebben 500, maar met een uitbouw naar 600, dan zou je toch redelijkerwijs denken van, ach, weet je, dan moet je toch uit kunnen komen in een gesprek van, wat zijn nou precies die voorwaarden? Dat lijkt voor ons allemaal niet zo vreselijk van belang, maar als je ernaast woont en het is allemaal nieuw, dan is het wellicht prettig om in het gesprek daar toch invulling aan te geven. En ik begrijp werkelijk niet waarom u die verbinding niet zoekt en zo blijft vasthouden aan uw eigen standpunt, terwijl u zo dichtbij bent. En u zou mij enorm plezieren als u nog zou proberen in de 2 weken die u nog resten tot besluitvorming, gewoon toch nog eens een keer met de klankbordgroep vertegenwoordigd om de tafel te gaan en eens proberen of u die fasering waar u het over heeft,
wat exact dezelfde fasering is volgens mij als de klankbordgroep aangeeft, of u daar geen modus voor kunt vinden om daar nou invulling aan te geven. Want volgens mij kunt u dan, als ik iedereen zo behoor en de intentie is er om, om het goed te doen, zou u over 14 dagen hier met een hamerstuk te maken kunnen krijgen. Voorzitter, ik heb de heer Gelling gehoord. Heer Rodemond, ik ga naar uw vragen toe. In het leefbaarheidsonderzoek komt de heer Snijder zo meteen op terug. Ja, participatie van voorzieningen als het gaat om onderwijs en winkeltje. Dat is goed dat de heer Lichthart dat zo meteen nog toelicht. En als uw vragen rondom GGZ en risico's terecht, de inbreng van de heer Schoenmaker, zoals dat ook in de inloop is geweest enkele weken geleden. Daar hebben wij ook notie van genomen, ook gezegd, daar willen we ook echt heel veel aandacht aan schenken. Het is goed, denk ik, dat het COA straks vertelt, want het speelt natuurlijk niet alleen bij ons, maar ook op andere locaties, hoe ze daarmee omgaat. Mag voorzitter, toch even over die participatie, want ik wilde graag wel even een reactie proberen te krijgen, althans van de wethouder, zodat we dat ook op bestuurlijk politiek niveau hebben afgekaart. Ik snap dat de heer Lichthart daar inhoudelijk allerlei gepinten aan kan toebrengen. Maar de vraag is eigenlijk van ja, hoe kijken we er überhaupt tegenaan dat er mensen hier binnenkomen in de gemeente en in een centrum zitten met allerlei voorzieningen, waardoor ze eigenlijk niet te vaak naar buiten hoeven. Hè? Zo voelt dat een beetje. Dus mijn vraag is meer van kunnen we ook wat meer buiten dat centrum organiseren met elkaar? Nou, ik denk dat dat zeker de bedoeling is, maar we hebben ook geluisterd de afgelopen maanden naar de opmerking en adviezen nadrukkelijk ook hier weer van de klankbordgroep. En dat is ook, geweest in de zin van zorg ervoor dat je de voorzieningen ook binnen goed op orde hebt. Dat geeft een stuk rust, stabiliteit. Maar we hebben ook gezegd, niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten vinden we die relatie van belang. Nou, gelukkig hebben we vanavond kunnen zien dat vluchtelingenwerk daarin uitdrukkelijk al een rol speelt en nog een grotere rol wil spelen. Zo hebben zich ook diverse vrijwilligers gemerkt, dus wij zullen die participatie ook met name op die wijze handen en voeten willen geven. En dat kunnen we ook doen met de middelen die we straks hebben vanuit die bestuursvergoeding. Als het gaat om de vraag 500, 700.000, ik denk dat het refereert weer aan ook het bijlage die u heeft gezien. Het is misschien goed ook dat de heer Lichthart straks nog één keer toelicht, aan de hand van een voorbeeld, dat je locaties ook niet in die zin met elkaar kunt vergelijken. Want u refereert ook aan bijvoorbeeld Enschede en Zwolle. Komt dus terug. En ja, als het gaat om gemeentelijke gebouwen. Ik heb net gezegd, in principe bereidheid van het college is daar zeg maar om mee te denken. Dus wij zullen bij een nieuw verzoek, want inmiddels zijn we 7 maanden verder, opnieuw samen met het COA gaan kijken. Als u dat wilt, naar een locatie. Mevrouw Baanslag. Nou, ik heb volgens mij veel van uw vragen al beantwoord. Ik heb in het begin heel veel gezegd over juist de relatie ook met de klankbordgroep. Verkeersintensiteit en onderwijs komen terug. En mevrouw Van der Hoek, warm pleidooi, recht uit het hart, een pleidooi om niet met elkaar te geraken in een getallendiscussie. Maar het hebben over, daar waar het om gaat, de mens achter het getal. Dank u wel. Voorzitter, ik heb nog één vraag aan de wethouder. De wethouder zegt, wij hebben heel goed geluisterd naar de klankbordgroep. We zijn een beetje uit elkaar gegaan met het idee dat dat aan beide kanten zo was. Nou kan ik het natuurlijk verkeerd begrepen hebben van de heer Mulder. En ook van de heer, de voorzitter van de Plaats op Lang, Teun in mijn beleving. Maar die zeggen toch allebei, die 500 was voor ons heel erg cruciaal. En u zegt, ja, nou ja, we hebben in goede harmonie iets overlegd. Daar begrijp ik dus niks van. En ik begrijp niet wat u daarmee bedoelt. Dat u zegt, wij zijn in goede harmonie gekomen tot die 700. Wij hebben goed geluisterd naar de klankbordgroep. En de klankbordgroep zegt, volgens mij, heb ik hier vanavond gehoord, wij hebben een advies gegeven en wij worden gewoon niet gehoord. Nee, dan heeft u dat niet, volgens mij niet goed begrepen wat ik gezegd heb. Dan wil ik het nog wel een keer herhalen. Wij zijn gestart vanuit de opbouw juist vanuit die kwaliteit. Goede randvoorwaarden, dat heb ik net in het begin ook al betoogd. Dat is ook de inzet geweest van het gesprek wat wij met een delegatie in de klankbordgroep hebben gehad ten tijde van de onderhandeling in het allereerste deel. Want het tweede deel zou gaan over de eindonderhandeling tussen COA en gemeente. Zo gaat dat.
Dus daar hebben we heel goed naar geluisterd. En daarom hebben wij er ook voor gepleit, en dat heb ik ook net gezegd. Het COA wilde graag vasthouden vanuit de opdracht die ze heeft en de opgave die er ligt. Daar hoef ik niks over te zeggen. En een getal wat veel dichter bij die 1000 zou liggen. En wij hebben toen gezegd, nee, we hebben ook gevoel over de impact van het getal. En dan is dat te veel. Maar 500 is niet realiseerbaar. Voorzitter, mag ik nog één vraagje stellen? Ter voorkoming van een lang vervolg. De wethouder laat mij namelijk in enige verwarring achter. Ter zake van zijn laatste reactie op mijn vraag. Ik stelde volgens mij een hele nette vraag. En toen dacht ik te horen, ik heb meneer Gelling gehoord. Dat is op zich een prettige kwalificatie. Daar ben ik tevreden mee. Dat zei hij ook. Ja, maar dat laat hij mij toch met in enige verwarring achter. Want wat betekent dat precies? Is dat hetzelfde luisteren als wat de afgelopen maanden geprobeerd is? Doet de wethouder dan niets mee? Is dat de status die het heeft als u zegt, ik hoor u, ik hou in pleidooi. Nou, dat was het. Ik heb het gehoord. Ik heb het inderdaad gehoord en ik wil er even over nadenken. Voorzitter, ik had zelf nog één vraag gesteld, niet beantwoord gekregen. Excuses, wethouder. Welke vraag was dat, meneer Roodmond? Dat was over de waardevermindering van de woningen en de nulmeting. Of die komt nog? Die komt... Akkoord, excuses. Dan wil ik eigenlijk eerst burgemeester Snijders vragen om uit te wijden over het leefbaarheidsonderzoek. Daarna wethouder Prinsen over het aanvullende onderzoek verkeersveiligheid. En als laatste meneer Lichthart van het COA het woord geven. Dank u wel, voorzitter, voor de gestructureerde aanpak in de richting van het college. Dat helpt ons. Ik wil graag even kort ingaan op het leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek. Een van de aanbevelingen van de klankbordgroep, zeg ik er ook nog even bij, was om dat veiligheidsonderzoek ook in te stellen bij de komst van het AZC. In het raadsvoorstel heeft u gelezen dat we dat overnemen. Maar we hebben ook gezegd, het lijkt ons goed om dat ook breder te trekken. Niet alleen voor de omgeving van het AZC te gaan doen, maar dat gelijktijdig gemeentebreed een onderzoek te doen naar leefbaarheid en veiligheid. En wat houdt dat in? Dat wordt een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek, gericht op de veiligheid, leefbaarheid, slachtofferschap. En er wordt ook aandacht besteed aan overlast in de buurt, preventiemaatregelen, functioneren van politie en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. We zijn er nog niet mee begonnen. We wachten eerst de besluitvorming af in deze raad. En dan gaan we ook ogenblikkelijk aan de slag om met een bureau dat daar geschikt voor is om dat onderzoek op te gaan starten. En dan kunnen we ook nog mogelijkheden kijken hoe diep, hoe ver gaan we daarin, blijven we op dat gemeentelijk niveau, dalen we af op wijkniveau, dorpsniveau, buurtniveau. Maar we gaan in ieder geval kijken ook hoe we het AZC, de omgeving van het AZC, Heemseveen, Reesveen daarin mee kunnen nemen. Dat is de planning, zo gaat het eruit zien. Voorzitter. Aanvullend. Wat leefbaarheidsonderzoek met betrekking tot het AZC is in mijn beleving in ieder geval, en volgens mij ook vanuit de klankbordgroep, een vrij specifiek onderzoek, omdat het ook over hele specifieke onderwerpen gaat. En heeft het ook gevolgen voor de tussentijdse evaluaties, bijvoorbeeld in de fasering van de doorgroei naar een x-aantal mensen die dan zo'n AZC zouden moeten plaatsvinden. Deelt u die mening? En zo ja, kunt u dat leefbaarheidsonderzoek AZC loskoppelen van het algemene verhaal? De bedoeling is om het breed te trekken. Een jaarlijks onderzoek, zoals ik al zei. Het is ook heel moeilijk om dat wekelijks, maandelijks te doen. Dat zouden echt momentopnames zijn. Daar krijg je geen goed beeld van. Daarvoor hebben we andere overlegvormen die we wel gaan doen. Met het bewonersoverleg, het veiligheidsoverleg wat we gaan invoeren. Dan kunnen we ook snel schakelen met bewoners, met de bewoners van het AZC zelf, met de politie, de buurt. Daar gaan we dat monitoren. Maar gestructureerd onderzoek opzetten, jaarlijks. Dan kun je ook zien op termijn wat voor effecten zijn er en wat moeten we daarop inschakelen. Dank u wel. Wethouder Prinsen. Voorzitter, volgens mij twee vragen voor wat betreft mijn persoontje. Welke activiteiten zijn er in het gebied? Nou, volgens mij zijn de voorbereidingen getroffen om goede verkeersstellingen uit te kunnen voeren. En als ik goed geïnformeerd ben, zijn die vanaf gisteren aan de orde.
om zo te kijken of de verkeersmaatregelen die wij voorstellen in het gebied, en daar heeft u ook in de stukken, heeft u daar de plaatjes van kunnen zien, of dat voldoende is om zo nog één keer goed te checken, doen we op het gebied van verkeer en veiligheid doen we de goede dingen. En de provincie Overijssel had voor de parallelweg geen verkeersstellingen beschikbaar en die willen wij dus wel graag hebben, om zo met een goed en veilig verkeersplan te komen. Voor wat betreft nulmetingen, zoals ook al eerder aangegeven, ligt het niet in de reden, omdat dit een tijdelijk plan is, dat hier planschade van toepassing is. Het kan altijd aangevraagd worden en het kan ook uitgezocht worden, maar de expertise die we hebben, die wijst toch wel in de richting, omdat het een tijdelijk plan is, dat planschade niet tot de mogelijkheden behoort. Het is ook voert ook wel wat ver om er vooraf vanuit te gaan dat de waarde vermindert, vooral omdat het een tijdelijke situatie is. Maar mochten er, en dat, zo hebben we dat ook opgenomen, mochten er situaties zijn dat mensen in de knel komen door ziekte, werkloosheid of wat ook maar, daar hebben we juist een hardheidsclausule voor opgenomen om dan te kijken hoe we mensen tegemoet kunnen komen. Dus een nulmeting, ja, op dit moment, je kunt ook, mocht er een situatie zijn dat je zegt we willen toch een bepaalde omvang bepalen, en dat gebeurt veel vaker, dan wordt er op dat moment gewoon de marktconforme waarde bepaald zonder de impact van een ACC. Dus een nulmeting voor woningwaarde op dit moment is dat wat ons betreft niet aan de orde. Om mij niet helemaal in verwarring achter te laten, voorzitter, toch even een aanvullende vraag hierover. Als je dan, als er een situatie zich voordoet, compenserende maatregelen wil gaan voorstellen, dan is natuurlijk de vraag ten aanzien van wat. Want ten aanzien van welk moment heb je verlies geleden en gebaseerd op wat. Als u zegt er zijn ook persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in het spel, die kunnen ook leiden tot een bepaalde prijsdaling. Dus ja, dat gesprek, dat snap ik. Maar je moet toch ergens een eikpunt hebben, lijkt mij. Ja, dat eikpunt. Vandaar ook de nulmeting voorgesteld. Ja. Maar wij hebben, net als bij berekeningen van planschade, hebben we in dit land onafhankelijke bureaus die de waarde op een bepaald moment bepalen. Ja? En op basis daarvan ook, kunnen wij dan in gesprek met degene die het betreft kijken van wat zouden we moeten doen om mensen uit die situatie te halen. Dus het gaat, we gaan eigenlijk veel verder dan alleen de waarde van die woning. Dan zouden we nu op dit moment nog veel meer situaties op moeten nemen. Dan zouden we de arbeidssituatie van mensen op moeten nemen, gezondheidssituaties. Ja, en dat is, op dat is wat ons betreft helemaal niet aan de orde. Als op het moment zich een situatie voordoet, dan is de hardheidsclausule. En die zullen we toepassen zoals we hem bedoeld hebben. En dat heeft u in de stukken kunnen vinden. Dank u wel. Meneer Lichthart, mag ik u vragen de vragen te beantwoorden? Goedenavond allemaal. Blij u weer te zien. Ik hoop dat ik alle vragen in beeld heb. Mocht dat niet zo zijn, dan hoor ik het wel. Ten eerste is mij gevraagd om even in te gaan op de actualiteit van vandaag. We zijn vandaag weer langs het randje gelopen. Even een praktijkvoorbeeld. We hebben er 400 bewoners in de IJsselhal. Tijdelijk is dat opgehoogd naar 200. Maar die tweede IJsselhal die moet leeg. Van het weekend werden we geconfronteerd met dat weer nog niet kon instromen. Dus 300 kwamen op campingbedjes, veldbedjes in ook die tweede hal te liggen. Die moest vandaag leeg, omdat die tweede hal weer verhuurd is. Er zijn 300 bewoners in ieder geval naar het evenementengebouw bij het PEC Zwolle stadion gebracht vandaag. Daar kwamen nog 500 van Ter Apel bij. Dus we zaten een keer met 800 bewoners. Waarvan we op vanmiddag om 2 uur nog niet wisten waar die naartoe moeten. Ik krijg net bericht dat allemaal gelukt is. Dat dat naar Arnhem, Weert, overal plaatsen gaat. 800 bewoners, dat was een groot deel van mijn dag. Dus we zijn weer op het randje gelopen. Niet leuk. Dus de getallen die duizelen mij ook een beetje vandaag.
Daarnaast zal ik me morgen bezig moeten houden met de gevangenis in Haarlem, die binnen 3 dagen open moet. Dus u kan zich voorstellen wat de actualiteit voor ons in de praktijk brengt. Niettemin gaat het hier om een reguliere AZC en de besluitvorming daarin. Dus daar zal ik me maar even op richten. In ieder geval heeft het CDA gevraagd om een nadere onderbouwing van een kwaliteitsverhaal. Het kwaliteitsverhaal hebben we eigenlijk opgebouwd in schema rond de thema's onderwijs, dagbesteding, medische zorg, personeel en beveiliging. En gerelateerd aan een opvangcentrum van 500 bewoners, 700 bewoners en de oorspronkelijke vraag 1000 bewoners, hebben we gewoon eens even zitten tellen wat hebben we dan wel en wat hebben we dan niet. Centraal is dat je, dat is niet dat je bij een groter centrum meer aanslag hebt. Daarom zijn we ook juist, hebben we u uitgenodigd om te kijken naar Dronten, een substantieel centrum van 1300, waar overigens nu 1400 liggen en morgen nog een overleg met de gemeente is om dat eventueel nog op te hogen. Maar we hebben veel meer armslag. We hebben geen armslag bij de 500. Dat is ver beneden onze huidige break-even point. Ja, sorry dat ik het woord toch maar even noem. Maar we zoeken toch altijd naar een specifieke balans tussen de plekken en het ons beschikbare geld waarmee we het moeten doen. Specifiek op onderwijs zou ik willen ingaan, omdat, en ik heb mijn oren ook even te luisteren gelegd bij de deskundigen bij Van Lovan, lovan.nl, de organisatie die gemeentes en scholen bijstaat in het primair en het voortgezet onderwijs, dat je bij 3 klassen geen school hebt. We hebben berekend, en dat is een normale vuistregel, dat we rekenen voor 10% bewoners dat ongeveer de primair onderwijs deel is. En dan heb je bij 70, 75 kinderen heb je ongeveer 5 klassen. Dan heb je tenminste nog een school. En ja, er zijn AZC's die kleiner zijn en die wel een school hebben. Onder andere is genoemd Emmen, onder andere is genoemd Burgum, maar dat zijn zogenaamde gezinslocaties. Locaties waar uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen zijn, dus relatief meer gezinnen, waar meer onderwijs is. En ja, er zijn AZC's uit het verleden ontstaan. 400, ook wel 500, en soms ook nog wel kleiner, die nog steeds bestaan of weer in gebruik zijn genomen, waar ook een school staat, maar waar de financiering vroeger een school ook mogelijk maakte en die er nog steeds is en die weer heropend is. Dus ik wil in ieder geval benadrukken dat het heel moeilijk is om vergelijkingen te maken, want voor je het weet zit je echt appels met peren te vergelijken. Ja, dank u wel. Meneer Lichthart, als ik even nog mag vragen, u zegt van school is geen school met 3 klassen. Ik wil het even in het licht zien van het totaalplaatje wat we proberen te schetsen hier, omdat we het wel hebben over de kwaliteit van het centrum op zich. Als ik het goed heb begrepen, verblijven de meeste mensen gemiddeld gezien zo'n 1,5 jaar in een dergelijk centrum. Klopt dat? Ja, ik heb hier eerder verklaard dat gemiddelde heel moeilijk is. Mensen die uit Syrië komen krijgen vrij snel een vergunning, dus die blijven relatief kort. Ja, maar er zijn ook anderen die in de terugkeerbestemming zijn en die blijven relatief lang. Nee, maar daarom zei ik ook gemiddeld en dan kom je wel op een aantal maanden, lijkt mij. Het punt is dat je het hier dan niet per se hebt over een normale school, alleen een voorziening waar onderwijs wordt gegeven om aan in ieder geval de meest basale behoeften te voldoen wat betreft het primair onderwijs ook nog eens een keer. Het is een vrij specifieke groep met een hele specifieke vraag die niet recht doet aan het woord school zoals wij die in ieder geval kennen. Hè? Het is een vorm van onderwijs binnen het hele verhaal. Is er
binnen in dat licht, is er dan nog een gesprek mogelijk voor bijvoorbeeld een aantal van 60 leerlingen, 50? Want u zegt, ja, ik heb mijn oor te luisteren gelegd bij die stichting die u noemde. Lovan. Ja, het zegt mij niet zoveel. Omdat, wat ik zei, het is een tijdelijke huisvesting, hè? Ja, maar dat hangt ook af natuurlijk van de duur van het centrum. En dat is een van de parameters. Dus er zijn centra waar contracten worden afgesloten voor langer, voor 10 jaar. En dan heb je een heel ander financieringsplaatje. Dus daarom zeg ik ook steeds, wees voorzichtig met vergelijken. Want soms dan zit je met appels en peren te vergelijken. Voorzitter, mag ik één nog heel klein vraagje? Ik houd er ook over op, meneer. Ik begin toch even weer naar mijn voorstel. Van als je met 500 zou beginnen en gaat naar 600-700. Zou u daar technisch aan mee willen werken als een oplossing? Zeggen, nou, bij 500 vluchtelingen gaan we toch een school oprichten. Hè? Er zijn uitzonderingen, die maken we naar die berg ook. Om vervolgens dan toch weer die voorwaarden naar te formuleren. Hè? De wethouder heeft mij gehoord, komt erop terug. Dat we toch nog de ultieme poging wagen om binnen nu en 2 weken tot een oplossing te komen die iedereen hier controleert. Nee, dat mandaat heb ik niet van het bestuur. Even kijken. Ik wil u wel even helpen, meneer Lichthart. Er staat nog iets over facering in de opbouw. Ja, daar kwam ik ook niet op. De fasering, dat gaat. We hebben daar niet getallen over afgesproken. We hebben voorgesteld, zoals dat normaal ook gaat, een natuurlijke fasering in een normale situatie. Dat goed is voor een gemeente om te wennen aan steeds iets meer asielzoekers die wij huisvesten, of vluchtelingen. Maar ook dat mijn organisatie natuurlijk ook moet wennen. Want binnen no time stamp je een organisatie uit de grond. Die het ook aan moet kunnen. En die moet zorgen dat iedereen goed met aandacht wordt opgevangen en wordt begeleid. En als je een centrum gelijk volplant, dan wordt dat moeilijk. Maar ik zeg er ook gelijk bij, om de actualiteit er toch maar even bij te halen. De jaarbeurs wordt vandaag ook nog ingericht met 500. Maar goed, in een normale situatie, dat is noodcapaciteit. In een normale situatie van een AZC heb je een normale opbouw. En dat is voor de buurt goed en dat is voor ons goed. Korte vraag nog over de facering en dan die cijfers. U begon er wel mee. U schetste uw dag daar kan ik me iets bij voorstellen dat uw baan niet de meest makkelijke in Nederland is op dit moment. Niettemin was mijn vraag, die aantallen die we nu zien in het nieuws, maar ook op de website van onder andere COA en ook Vluchtelingenwerk presenteert wat cijfers. Zijn dit aantallen waarin een trend is te bespeuren naar boven en daar zijn we nog lang niet vanaf? Is dit een piek? Hoe moet ik ze duiden? Heeft u daar een beeld bij? Ja. Het is toch een beetje in een glazen bol kijken. Toen wij deze vraag stelden was het inderdaad 800. Dat is tot een paar weken geleden 1800 en nu zitten we op de 3100. Duitsland maakt prognoses, wij maken prognoses. We vergelijken die ook met elkaar. Waar we vorig jaar een beetje mee geholpen waren, was dat de Middellandse Zee even niet te gebruiken was als vluchtroute, laat ik het zo maar zeggen. Dat redde ons net even een beetje de winter door. Wij hebben de indruk dat ons niet de winter door gaat helpen, omdat ze er al zijn. En dus Europa weet het te vinden. En wij vrezen dat deze instroom van 3100 in de week in ieder geval zo aanhoudt. En misschien wel vermeerderd. Ja. Even kijken. Er lag nog een vraag over participatie extern, als het gaat over onderwijs en winkeltjes buiten het centrum. Ja, even 18-jarige ervaring in het COA. Normaal zeggen wij inderdaad extern, liever extern, tenzij.
Ook vanwege de participatiegedachte. Integratiegedachte is even iets anders, maar participatiegedachte. Maar een school op het centrum, zoals we dat ook hebben laten zien in Dronten en een vergelijkbare situatie is in Luttelgeest, is toch wel handig. Zeker omdat dat enige body geeft, ook weer die armslag die er is. En toch zal een school zich gauw, en dat vinden we ook heel erg leuk hoe dat gaat, afficheren als een school, want ze plakken de namen op. En ze zien ook zichzelf als een team wat zich ontwikkelt. Ze zijn ook onderhevig aan de onderwijsinspectie. Nou, dat geef ik je te doen, hè. Asielzoekers kinderen onderwijs geven, maar onder dezelfde normen van de onderwijsinspectie vallen. En toch redden ze toch altijd maar voor een groot gedeelte. Dat vind ik heel knap. Ja, is het voor ons toch ook heel handig, ook in de sociale contacten tussen onze woonbegeleiders en het onderwijzend personeel. En als je de kinderen verspreid hebt, en die situaties komen ook voor, over wel soms 8 verschillende basisscholen, dan is de communicatie met die basisscholen ook lastig. Want het gebeurt ook wel eens dat een kind wordt opgehaald en moet, het spijt me dat ik het zo moet zeggen, maar verwijderd wordt uit Nederland. En dan, dan hebben we toch gauw sneller contacten met het onderwijs op het centrum als daarbuiten. Dus dat zijn ook inhoudelijke voordelen. Als ik het goed heb genoteerd, bent u door de vragen heen. Oh. Nou, maar als niet helemaal volgens mij. Dan gaat u gang. Ik heb er nog een paar. De winkel op het centrum. Ja, dat is ook zoiets. Liever extern tenzij. We hebben liever geen winkel op het centrum. Want we willen ook graag dat men koopt bij de lokale ondernemers. Toch komt het wel eens voor dat een venter zich aandient we hebben groenten of Turkse broden of noem maar op. En die willen we graag verkopen op je centrum. Dan zeggen we prima, dan moet je naar de gemeente, moet je een ventvergunning halen. En dan moet je het ook liefst buiten het centrum doen, want anders worden wij ook weer verantwoordelijk gesteld voor eventuele voedselveiligheidsproblemen. En dat hebben we ook weer liever niet. Toch komt het wel eens voor, in ieder geval ook een maar bij zeer afgelegen centra. Nou wel. Dan nog even iets over de GGZ, dat is ook aan de orde gekomen ook. Ik dacht bij op koers in ieder geval en ook bij een inspreker, de heer Schoenmanmaker. Laat ik zeggen dat ik heel erg. Ik ben nog niet van partij gewisseld hoor. Nee. Sorry? Nee. Oh. Het is door een aantal, volgens mij is het inderdaad door 2 partijen gevraagd. Maakt niet uit. Okay. De GGZ, de heer Schoenmaker heeft er iets over gezegd. Aangrijpend verhaal. En ik leef zeer met u mee en ik begrijp dan ook uw zorg. Van, is die komst van asielzoekers, geeft dat niet een extra druk op de GGZ? En hoe gaat dat met andere gevallen? Ja, als je asielzoekers hebt, die hebben niet altijd, maar die zitten in een situatie dat ze te maken hebben, ook met PTS en trauma's. We hebben in ieder geval, de naam van de instelling ben ik even kwijt, maar die noemde u. Help me even. Nee, die andere, dat er geen hulp was. Daar gaan we zeker mee praten, want we gaan sowieso met de hele zorg praten, maar ook met de GGZ. En wat in ieder geval, en dat wil ik toch even noemen, redelijk uniek is sinds 2010 en wat heel erg goed werkt, is dat elk centrum, elk GCA, dus de gezondheidscentrum asielzoekers die op een centrum zit, een GGZ-consulent heeft. En die GGZ-consulent staat tot dienst bij de eerste lijn, hè, de huisarts, maar ook de toegang en de begeleiding naar de tweede lijn en eventueel de derde lijn, zoals bijvoorbeeld ook Stichting 4045. Dat werkt heel goed, daar zijn we heel tevreden mee.
En daarmee reguleren we ook een aantal stukjes zorg. In ieder geval is het ook zo dat instellingen die geen zorg kunnen of willen leveren, die worden niet gecontracteerd door onze verzekeraar Mensis. Maar we gaan graag in gesprek met alle zorginstellingen die iets kunnen betekenen hier in de zorg. Maar nogmaals, als men niet gecontracteerd wil worden, dan gebeurt het ook niet. Maar we moeten dan wel in gesprek. Ja? Dank u wel, meneer Lichthart. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Rodermond, ga uw gang. Ja, ik weet niet of ik buiten mijn boekje ga, voorzitter, als ik vraag om even een vraag te stellen aan langs de velden, want we zijn nu toch allemaal bij elkaar. En dat betekent dat ik een vraag stel aan zowel het college, overige fracties, maar ook aan de heer Lichthart van het COA en mogelijk dat mensen van de klankbordgroep ook een antwoord zouden kunnen geven. Nee, meneer Rodermond, als u een vraag wilt stellen aan het college, vind ik dat best. Meneer Lichthart is ook, heeft net vragen beantwoord, dus kan ik nu kwalijk niks meer, kan u nu kwalijk niet meer goed vinden. Maar daar blijft het dan ook bij. De fracties mag u ook bevragen, maar dat... Oké. Nou hoop ik dan maar dat de vertegenwoordigers van de klankbordgroep goed meeluisteren en mij in de mail weten te vinden dan daar. Wat ik een beetje proef in de gesprekken, zowel hier aan tafel als zojuist eventjes in de heer Gellings plaspauze, is dat er toch een soort van consensus aan het ontstaan lijkt te zijn dat we snel moeten handelen en dat we schipperen tussen aantallen van 500, 600, 700, mogelijk tot een doorgroei naar 1000. Nou ja, aantallen zijn er genoemd. Ik hoorde meerdere fracties, waaronder die van mezelf ook, praten over een mogelijk tweede locatie. Nu wilde ik eigenlijk even kijken van ja, waar staan we nu en hebben we al een redelijk plaatje van het juiste getal te pakken. Kunnen we met elkaar een aantal roepen waardoor we mogelijk inderdaad over 2 weken, zoals eerder werd verondersteld, een hamerstuk hiervan kunnen maken? Nou, meneer Rodermond, volgens mij ligt er gewoon een voorstel van het college waarin een aantal genoemd is. En u heeft de mogelijkheid om over 2 weken een amendement in te dienen. Ik hoor u, voorzitter. Nu is het mijn poging om, voordat ik een amendement indien, eventjes te polsen. Met elkaar zitten we allemaal in dezelfde film. Voordat we allerlei rare dingen gaan roepen. En dat is een voorstel. Ik wil graag de complimenten geven aan de voorzitter. Die heeft heel concreet aangegeven waar we over spreken hier. En dat is wat ons betreft ook het punt volgende. Over 2 weken spreken we over dit voorstel. Dank u wel. Voorzitter, ja. Volgens mij is het ook een goed gebruik om tijdens de oriënterende ronde met elkaar van gedachten te wisselen. En niet alleen maar over het voorstel van het college te spreken. Nee, dat is zo. Maar het is natuurlijk wel van belang dat iedereen daar dan nu over zou willen spreken. Maar, en ik geef aan dat het voorstel van het college er ligt. Dat is een helder voorstel. Volgens mij weten we van elkaar waar we staan, want we hebben dat gedeeld met elkaar vanavond. En we kunnen over 2 weken amendementen indienen als dat gewenst is. En daar kunnen we het dan over hebben. En dan kan dan daar ook een beslissing over genomen worden. Dus ik zie de noodzaak op dit moment niet heel erg. Ik weet niet of dat gedeeld wordt, maar ik vermoed zomaar van wel. Dan wilde ik het hierbij laten. Voor de orde behoor ik te vragen of dit naar de raadsvergadering kan als bespreekstuk, als hamerstuk. Maar dat lijkt me nogal duidelijk, dat wordt een bespreekstuk. Ik ga even terug naar de agenda. Ik weet niet... Ja, ik krijg het verzoek om eerst even te schorsen voordat we verder gaan met de rest van de agenda. Als mensen dat prettig vinden, dan doe ik dat graag. Als mensen zeggen, nou, we gaan liever nu meteen door met de rest, vind ik dat ook goed. Even schorsen. Even schorsen. 5 minuten. Voor de laatste loodjes van de oriënterende ronde vraag ik iedereen weer terug te gaan naar zijn plaats. Zodat we de laatste agendapunten af kunnen ronden en de vergadering kunnen gaan sluiten. Goed, dan is aan de orde nu punt 4a en dat betreft het initiatiefvoorstel. Meneer Breukeman, ik geef u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou ook gelet van de tijd het proberen zo kort mogelijk te houden.
Eind augustus is er een brief gekomen van het informatiepunt regio Hardenberg. Op 28 augustus zijn er door een aantal fracties schriftelijke vragen gesteld. Er zijn ook gesprekken geweest met de portefeuillehouder als met het stichtingsbestuur. En naar aanleiding daarvan hebben een aantal partijen, Koers.nu, Partij van de Arbeid, ChristenUnie en het CDA, en ik heb begrepen dat GroenLinks inmiddels ook hier aan mee wil doen, die zijn tot het idee gekomen om met een initiatiefvoorstel te komen, om toch een vervolg te geven, in ieder geval voor een jaar, aan het informatiepunt. Nou, alle argumenten die wij daarvoor gevonden hebben of gemeend hebben, die aanleiding te zijn voor dit stuk, ja, die staan in het initiatiefvoorstel. Die ga ik hier dus ook niet allemaal bij langs. Ik stel voor dat misschien andere partijen nog willen reageren. Het makkelijkste is om er een hamerstuk van te maken. Dan houden we het ook kort. Dank u wel. Ja, dat zou mooi zijn. Ik weet niet of er vragen over zijn. Zijn er vragen over het meneer Gelling? Meneer Gelling? Mevrouw Hansen. Eigenlijk maar één vraag, althans in de eerste aanleg, want dat dit natuurlijk geen hamerstuk wordt, dat is duidelijk. Nee, voor zijn gekheid, de enige vraag die ik wel graag beantwoord zou willen zien is waarom Hardenberg eigenlijk als enige een zelfstandig IP-punt moet hebben, dan zeg ik het goed. Terwijl alle omliggende plaatsen dat gewoon geïntegreerd hebben in een shop-in-shop. Ja, volgens mij die mogelijkheid hier ook zou moeten gelden. Want is het gebouwtje, de huur daarvan, is dat maatgevend voor het voorstel? Of zijn er andere zwaarwegende argumenten? Want die heb ik een beetje gemist in het voorstel. Dank u wel. Mevrouw Hansen. Nou, eigenlijk hebben wij ook maar één vraag. En dat is de dekking van dit voorstel. Waar komt dat geld vandaan? Voorzitter, als ik meteen kan reageren. Het stichtingsbestuur heeft aangegeven niet alleen voor de kern Hardenberg zich uit te willen dragen, maar voor de regio. En wij zijn wel voorstander van om in dan de grootste kern van de gemeente Hardenberg ook een dusdanig fysiek punt te hebben. De dekking is een goed vraagstuk. Wij hebben gemeend dat dit moet komen uit de gelden recreatie en toerisme. En als het dit jaar niet mogelijk is, om in ieder geval op te nemen in de begroting voor 2016... misschien dat het college daar nog op wil reageren. Want dat wil ik dan ook maar meteen bij het college neerleggen. Ja, maar voorzitter, mag ik nog even aan de indiener van het plan? Want als antwoord geven, wij vinden dat vind ik wat mager. Als onderbouwing voor waarom Hardenberg als enige nou juist in dit punt. En niet bijvoorbeeld in een museum wat we hebben, of bij de Bunker van de Baalderborg, of bij het koppel. Allemaal mensen die volgens mij een aanbieding in die trant gedaan hebben. Dat u het vindt is mooi, maar ik zou toch wel graag een iets vloeiender betoog willen van u, meneer Brugman. Nou ja, uw vraag bij draai gaat misschien wat ver, maar laat ik het zo zeggen. Het IP zit al 2 jaar in dit gebouw. Wij willen er graag nog een jaar achteraan zien. Ik heb ook aangegeven dat wij vinden dat in de grootste kern daar een fysiek punt mag zijn voor de regio. Er is ook in het voortreeks sprake geweest dat er misschien andere huurders voor zouden komen. Dat blijkt nu niet meer zo te zijn. Nu is het niet zo dat we één op één de link leggen dat als die IP vertrekt er geen huuropbrengst meer is. Dat is niet de reden om het IP nog een jaar de kans te geven. Maar wij vinden wel dat op deze locatie nog een jaar voort kan worden gezet. Ik ben bang dat dat het is van ik ben geen sinds tevreden van, voorzitter, maar ik vrees dat het niet beter wordt. Dus wij laten het daar even bij. Je zult het mee moeten doen, meneer Gelling. Wij behouden ons het recht voor om gewoon met een stemverklaring te komen de volgende keer. Als er maar een hamerstuk wordt. Wil de portefeuillehouder hier nog iets over zeggen? Ja, dat wil ik wel graag doen, mevrouw de voorzitter. Overigens heeft mevrouw Baaslag zich afgemeld bij mij, maar niet bij de voorzitter. Dus dat doe ik dan nog maar even. Maar dit te zeggen. Het IP, ja. U heeft de brief gekregen. Wij zijn al vanaf dit voorjaar in gesprek met het informatiepunt. Om te kijken naar hoe gaan we verder. En daar doen zich eigenlijk 2 lijnen voor. Een inhoudelijke lijn gebaseerd vanuit de recreatie en toerisme en vrije tijdseconomie. Die zegt van ja, is dit nog de manier om je informatieverstrekking te doen? Dat zou kunnen, maar het is wel een hele dure manier eigenlijk. En of de gemeente dat nu betaalt of andere partijen, maar het is eigenlijk een hele dure manier van informatie verstrekken.
waarmee de VVV ooit al gestopt is en waarmee ook de ANWB gestopt is, toen nog bij bezoekersaantallen van minimaal 60.000 bezoekers. We hebben gezegd, we zouden het ook op een andere manier kunnen en willen organiseren, ook omdat de budgetten, in ieder geval van de gemeente op het gebied van recreatie en toerisme, gewoon beperkt zijn. En dat is ook net de reden waarom we ook dit voorstel zeg maar zeggen van ja, we moeten daar slim mee omgaan. Dus waarom combineer je nou niet een informatiepunt met een andere voorziening? Dat kan een winkel zijn, een museum. De koppel heeft zich gemeld, zag ik vanmiddag. En er zijn veel partijen die zich gemeld hebben, die dat wel zien zitten. Nou, Stichting IP wil dat zelf niet. Dat is een keuze die je maakt. Maar dat betekent wel dat wij hebben gezegd van ja, we hebben geen budget daarvoor. Ik heb op dit moment vanuit recreatie toerisme geen budget meer voor dit jaar, maar ook niet voor volgend jaar. Dat heeft ook te maken met de bezuinigingen. Die zijn doorgevoerd in de gemeentelijke begrotingen die ook, hè, ook in de recreatie en toerisme portefeuille zijn geland. Dus dat is de werkelijkheid van dit moment. Ik snap ook wel dat uw raad, althans de meerderheid van deze raad, hier nu een signaal afgeeft en zegt van ja, we zouden het toch wel zonde vinden als dat nu zo in één keer gaat verdwijnen. En bovendien, u heeft geen huurder. Nou ja, goed, dat mag daar eigenlijk geen rol mee spelen. Want als het gebouw leeg komt te staan, dan moeten wij op zoek naar een andere huurder. Dat proces is continu bezig. Maar goed, op dit moment is er geen huurder. Geen nieuwe huurder, moet ik zeggen. Dus ik heb eigenlijk twee vragen. Ook weer aan de raad. Dat ik zeg, van ja, ik heb op dit moment geen budget beschikbaar. Dat is op. We hebben het IP al, en dat is overigens in goed overleg gegaan, zeg ik ook met de medewerkers van het IP, de bestuur van het IP. We hebben gezegd, we gaan niet voor de zomer stoppen. Dat zou heel raar zijn. Verkeerde signalen in deze toeristische gemeente. Daar hebben we nog een slag gemaakt. We hebben een stuk financiering georganiseerd. En daarmee is mijn budget op dit moment gewoon op. Voor dit jaar. En voor volgend jaar heb ik ook geen budget. Dus wij moeten een dekking zien te vinden. Dat is mijn eerste vraag die ik ook graag in de raad weer zou willen leggen. En de tweede vraag is, ik constateer, dat heeft het bestuur aangegeven, dat zij zelf denken 10.000 euro uit de markt te kunnen halen voor volgend jaar. Ik heb wel behoefte om daar enige zekerheid over te hebben voordat wij weer mee gaan financieren. Dus dat is ook nog wel een vraag die ik in de richting van de indieners van het voorstel zou willen doen. Van in hoeverre hebben we daar nou garanties voor? Nou, ik zou heel graag ook op die vragen antwoorden willen krijgen. Of van uw raad, of vanuit het bestuur van het IP. En dan ben ik graag bereid om te kijken wat de mogelijkheden zijn, waarbij ik ook zeg, laten we vooral de verbinding zoeken met de andere organisaties die zich ook bezighouden met toerisme en recreatie in deze gemeente. Om te kijken of we wellicht samen kunnen optrekken. Tot zover. Ja, voorzitter, zou ik daar meteen even op mogen reageren. Portefeuille noemt het initiatief redelijk duur. Het fysiek punt redelijk duur. Nou ja, ik kan ook nog wat digitale fora noemen die het nodige gelden met zich meebrengen, zal ik dan maar zeggen. Dat het budget en recreatie en toerisme nu niet toereikend zijn. Ja, voorzitter, mag ik daar het volgende over zeggen? Wellicht is het zo dat in de september circulaire, tenminste die geruchten hoor ik, dat daar meer in zit dan eerst begroot wat. Misschien kan het daar uitkomen. Maar laat ik misschien de portefeuillehouder de opdracht mee mogen geven om zelf met de dekking te komen. We hebben het over 10.000 euro. Als het aan projecten aangaat in de handen van het college, dan is het vaak zo gevonden. Ik vind het toch, voorzitter, grote meerderheid van de raad geeft dit signaal af. Om er nou op 10.000 euro daar het breekpunt van te maken. Ja, misschien had ik van de portefeuillehouder wat anders verwacht. Voorzitter, mag ik daar een kleine verhelderende vraag of misschien wellicht opmerking over maken? Dus na de tweede keer dat het CDA komt, meneer Dogger heeft ook een keer eerder gepresteerd om het college opdracht te geven om voor dekking te zorgen. Dat is niet de afspraak die hier inderdaad geldt voor het doen van voorstellen. Dan zoek je zelf voor dekking en bovendien hebben wij een begrotingsdoctrine aangenomen. En die houdt in dat u alleen maar dit soort voorstellen mag doen als het onvermijdelijk en onuitstelbaar is. En ik weet niet of meneer Breukeman zich daaraan wil wagen. Maar ik heb wel een tip voor meneer Breukeman. Want uw collega meneer Brink hoorde ik vanavond bezwaar maken tegen het ondernemershuis in het gebouw van de Rabobank. En dat was ook 10.000 euro. Volgens mij moet u daar een link kunnen vinden om het ondernemershuis te plaatsen in het IP-punt. Want op het moment dat de ondernemers het druk hebben, Swinters, zijn er geen toeristen, voorzitter. Ik zeg niet meer aan dit, maar daar moet u mee kunnen werken. Goed, voorzitter. Ik zal de tip intern uitzetten. En ja, daar wou ik bij laten.
Ja, ik meen uit meneer Breukemans antwoord te kunnen opmaken dat hij u heeft gehoord, ja. De vraag is of dit als hamerstuk of bespreekstuk naar de raad gaat. Ik denk als bespreekstuk, de reacties gehoord hebbende. Ja? Niet? Wat ons betreft, het hamerstuk. Hamerstuk? Ja, ik vind het ook goed. Voorzitter, ik geef mijn verlies groots toe hier, want tegen deze overmacht is niets te halen. Ik geef maar een voorzet, maar dan gaat hij als hamerstuk naar de raad. Dat lijkt me verstandig. Prima. Dat brengt ons bij agenda punt 5, wat ook een hamerstuk is. Dat heeft een agenda punt nummer gekregen. Maar de vraag daarbij is eigenlijk alleen, gaan we dat als hamerstuk of bespreekstuk naar de raadsvergadering overbrengen? En dat gaat over beheersverordening de Krim. Kan iedereen zich erin vinden dat het als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat? Ja, prima. Dan gaat dat als hamerstuk naar de volgende raadsvergadering. Agenda punt 6 is ingekomen stukken. Zijn daar nog opmerkingen of vragen over? Niet de rondvraag? Ook niet. Dan sluit ik bij deze vergadering en dank u voor uw aandacht en inbreng.